Ja, goeiedag mensen. Jullie zagen het net al in de uh, trailer. De eerste podcast van 2020, uh, dus iedereen de beste wensen alvast. En uh, ja, we moesten uh, bijzonder uh, beginnen, vond ik, 2021 met een bijzondere gast. En uh, ja, hij is uh, drager van de militaire Willemsorde. Hij komt hier uit Heerlen, deze wijk waar we de podcast uh, opnemen. Dat weet misschien niet iedereen weer, dus ik ben echt super blij en hartstikke trots dat je hier bent. Uh, Gijs Tuinman, welkom. Ja, dankjewel. Weer uh, terug op uh, Hill. Ja, Hill, de molenberg. Ik voelde wel eens thuiskomen hier uh, rondje Milhill. Ja. Even eens kijken op mijn ouderlijk huis. Dat staat er nog? Ik ja. begreep van Rocher dat het kippenhok ondertussen gesloopt is. Ja, er dat, dat was een kippenhok aan de, aan de achterzijde. Hartstikke ja, weten, ja. Ja, ja. Dat weet je nog. ja, vandaag is het hier hopelijk gaan we een beetje kippenhokje doen. Ja. <laughs> ja, niet allemaal te, te ceremonieel en uh, al dat gedoe. te proberen we hier een beetje los te laten. Ja, ik heb laat maar die foto van, van het ouderlijk huis van, uh, van Gijs zien. Dat is toch allemaal niet zo, niet zo geheim. Ja. Nee. Hey, je, je hebt tegen mij, uh, ja dat is je oude huis hè? Ja, nummer 65 ja. 65, ja. leuk man. Ja. ja, ik ben vanochtend, wij hebben een, uh, een gezamenlijke vriend, Roger. Ja. Dus uh, shout out, Roger Bischops. En vanochtend ben ik met Roger nog een rondje gaan fietsen. En dan heb ik even een foto genomen van je ouderlijk ja. huis. En was het fietsen? Ja, het was een beetje zwaar. <laughs> zoals, zoals je ziet, ik ben ook wat zwaarder geworden. <laughs> met ja, heeft, heeft Roger ja. je er vanaf gereden? Ja, en dat wil wat zeggen. <laughs> nou, ja, <laughs> Roger voetbal, uh, die uh, fietsen hele leven al. Ja. Dus uh, ja, er was sprake dat je misschien uh, mee zou gaan fietsen, maar dat, uh, dat kon helaas uh, helaas. Nee, niet. ik heb geen fiets meer. Ik heb mijn spullen ingeraald voor uh, kitesurfen. Ja. Dus, ja. Ja, dus, ja. Nu op zoek naar de wind. Op zoek naar de wind. Vandaag is windloze dag, dus ik ben er. Ja, ja hoe, dus ja, je zei het al, het is een beetje als, als uh, thuiskomen hier. Ja, het is een beetje als thuiskomen hier. Hoe voelt dat dan? Dat weet ik niet, uh, ja. Je zei, ik reed een rondje door mijn straten, voelde ja, echt een mil heel gevoel, dit is, een, dit is echt een volks, uh, volksbuurt, hè? Ja, kijk, je komt natuurlijk van Valkenburg af, dan ja. uh, raad ik uh, langs het Berndiens ik mm. heb vroeg op school opgezeten, en dan beneden Oliemolen, Aanbos, ja. Broederschool, en dan uh, eigenlijk, uh, weet je, je, je richting school van vroeger. Volgens mij ben ik vertrokken toen ik acht was hier, zo, maar ik herken het nog. Ja. En uh, het is echt hier uh, schuin uh, achter, denk ik, uh, 200 meter verder. 200 meter verder, klopt. Zoals, en broederschool ja. is daar, een paar honderd meter verder. Ja. We hebben allebei op de broederschool uh, gezeten. Ben een jaartje, je bent een jaartje jonger dan ik. Bij de scouting zelfs? Scouting zelfs. Ik heb, Willy ik, Broders heet het toch? Sint-Willy Broders. En ik, ja, kon er, ah. ik kon die foto niet vinden, guys Maar ah. er is een foto, waar, daar, daar staan we samen, samen op. Dus, maar dat was, op de, was tijdens een scoutingkamp, uh, geloof ik. Hij is in België, aan de rivier. Dus, uh... <laughs> ja, 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 volgens mij. En dat was een een, een of andere Suske wusken item Tijdens dat kamp. Maar dat heb ik vergeten. Ik weet het niet meer zeker. Had geen indruk gemaakt. Geen indruk gemaakt. Nee, dus we waren weer eventjes uh, van de straat af. Zeker. Zeg maar. Hey, voor de mensen uh, die, jou, uh, die jou nog niet kennen. Ik heb een, uh, we hebben als kinderbak podcast. Ja, je bent de drager van de militaire Willemsorde. Ja, ik ben natuurlijk extra trots erop omdat je vanuit van Heerlen bent. ook nog eens deze wijk, weet je, achter achterstandswijk. Dus al, al die al die mensen hier, weet je, Yo, we hebben de ridder, we hebben de ridder, weet je? Dus is het achteruit uh... gegaan dan natuurlijk weg, we gaan niet hoor. Ja, dit <laughs> we zijn vooruit gegaan, we zijn vooruit gegaan. Nee, dus ik wil voor de mensen die jou niet kennen. Ik heb uh... ja, we hebben een filmpje voor jou in elkaar gezet. Ik niet, dat heb ik iemand voor. Ik mag zijn achternaam niet zeggen, maar wel zijn voornaam, Willem en uh, dankjewel. Er zijn twee versies. Alleen één versie die ga ik gebruiken voor uh, internet op Facebook en alles om dit te laten zien, omdat ik anders. daar zit een muziekje onder en dan krijg ik een uh, schadeclaim. Krijg ik, of een schadeclaim, sorry, dan krijg ik een, een, een auteursrechtenclaim en dan moet ik dat fragment eruit knippen, dus dat is zonde. Ja. Dus, maar dat, het, dus er zijn twee versies, maar die zonder muziek bekijken we nu en die met muziek krijg je. komt op Facebook, Twitter en dat soort dingen en die is ook meer persoonlijk voor jou. Oké, okay, dankjewel. Ja, dus. Nou, je uh, nou, dan gaan we. Dit was de teaser die hebben we toen straks gehad. Maakt niet uit. Laat je, die had je van mij mogen laten lopen. Die, zo, die, die shit is zo so cool. Had je nog een keer mogen maken. Ja, zeker die vonkjes. Ja, precies. Dus fire, fire that shit up. Dus, uh, oh, ik moet natuurlijk een beetje op mijn taal letten. Want je bent een, je inmiddels overste. Ja. Ja, dus. Uh, <laughs> ja. Ik, ik zou je wel aanspreken dan. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. We hebben wel, we doen gewoon, we mogen elkaar tutoyeren toch? Zeker weten. Oké. Okay. Ja, van mij mag je hem uh, dadelijk rollen. Als je hem, uh, als je hem vindt, dan praten wij onder, uh, ondertussen uh, gerust verder. Hij pakt hem dadelijk uh, vanzelf op. Uh. Dus uh, Gijs, jij bent... Je zei het net al, op de Bernadines College heb jij, uh, heb jij gezeten. Ja, ben je, uh, da daarna Wat heb je daarna gaan, gaan doen, na het Bernadines College? Oh, ja, volgens mij rechtstreeks uh, naar de kamer Echt rechts, direct? Want ja, zo ja, heb ja. ik, ik heb een beetje... Ja. Uh, ja, nee, ik had, uh, ik had twee opties in mijn hoofd. Of ik ga tropisch landbouwkunde studeren, Wageningen. Dan ga ik een koffie, koffieplantage beginnen in, uh, in Kenia of Tanzania. Of ik uh, ga naar de krijgsmacht toe. Oké, okay, maar de meeste mensen van de molenberg beginnen een ander soort plantage. <laughs> <laughs> maar misschien doet het wel ook wel een keer. <laughs> het ja. is maar goed dat jij op je achtste bent weggeraden. Ja, misschien wel, ja. ja. Dus heb je al, <laughs> heb je al wat gevonden? Oké, okay, laat maar komen. Maar uh, yes. even voor de mensen die uh, Gijs nog niet uh, kennen: Gijs Tijman. Op uh, driemaal insurgents confirmed uh, enemy killed in action. Stand by for grid. Het is de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse krijgswacht, de militaire Willemsorde. Gijs Tuinman, commando en veelvuldig Afghanistan-veteraan, gaat hem opgespeld krijgen. Uniek, want het is dan de tweede keer in 60 jaar tijd dat een militair die orde krijgt. Gijs heeft de beslissing gemaakt. Met het risico er inderdaad op dat er eventueel nog meer gewonden of doden kunnen vallen. Je laat geen man achter. Dat is moed, dat is beleid, dat is trouw. Major Tuinman. Uw optreden was creatief, tactisch wel overwogen en altijd gericht op resultaat. Ja, mooi hè? Zeker? <laughs> ja, zeker. Dus, maar er is, dus, er is dus nog een versie met muziek, maar die is echt wat meer persoonlijk. Voor jou is het een beetje ook een ode van mij naar jou, omdat je natuurlijk uit heerlijk bent. Nee, um, ja, daar gaan we het straks zeker over hebben. Want je, hebt het, je bent natuurlijk drager van de militaire Willemsorde en de Bronze Leeuw. Mm -hmm. Um, maar we waren eerst ergens anders. Dus uh, na de Bernardiens ben je, ja, je zei wat, uh, iets anders was ik in Kenia beland als uh, een of andere bioloog. Ja, of, koffieboer, echt koffieplantage. Ja. ja, ja, ja. Er zit wel geld in trouwens, nu in de, in, in de koffie. Hè? Ja, is het zo? Nou ja, in Nederland betaal je meer voor een kop koffie dan uh, voor, voor benzine. Dat je. Ja, <laughs> ja, dat is wel ja. nee, en, dus, uh, en daarna ben je gelijk naar de militaire academie uh, gegaan. Ja, klopt, ze ja, hebben gedaan. Oké. Okay. Dus uh, ja, vier jaar. Vier jaar en toen? Nou, vier, vier jaar en uh, eigenlijk het uh, laatste anderhalf eigenlijk altijd wel in de infanterie gezeten. Uh, ik probeer dat... hem iets dichter bij je yeah. mond te pakken. Altijd in de bij de infanterie gezeten in dat spoor en uh, maar ik wil eigenlijk uh, twee dingen doen met mijn hoofd en mijn handen werken. Ja. Dus uh, toen dacht ik van ja, weet je, ik kan het best naar het Koopse roepen, Een ja. beetje uitdagende missies, waar je af en toe uh, flink aan je Tara's wordt getrokken. <laughs> ja, ben je nou mag even? Want je zegt altijd de infanterie uh, dingen. Dus wat heb je? Je hebt de direct KMA en niet daarna naar de KMA gelijk commando geworden? Nee. nee. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Nee, ik, nee, nee, ik, nee, nee, ik moet ja, de helder, ja, ja, ja. helder hebben. Ja. Ja, nee, maar dat is ongeveer twee, twee, twee drie, drie jaar studeren zeg maar, ja. en, uh, in Breda. En dan heb je uh, de vaktechnische opleiding. Dat is uh, infanterie. En ik heb nu eigenlijk het, 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 uh, het klassieke model uh, gedaan. Het was uh, panserinfanterie. Dus ik heb nog uh, met de IPR uh, uh, 765 uh, ja, ja, ja. ja. Uitstekend. links. Ja, 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 ja. Uitstekken rechts. Weken aan een stuk. Ja, ja ik weet. Ja, herkenbaar, want ik ben ook panzerinfanterist uh, geweest. Ja. Dus ik herken uh, wat je zegt. Dus een, en na, na de KMA, dan besluit jij gewoon. Uh, ik, ik praat daarover, omdat dat bijzonder is. Omdat hij eerst vanuit burgerlijk naar de militaire academie gaat. Ja. En dan zonder eigenlijk militaire vooropleiding. Alleen dat wat hij bij de militaire academie heeft geleerd. Ja. Gaat hij besluit je om, om, om ja, fucking commando te worden? Ja, ik had altijd zoiets dus van, op een gegeven moment dacht van, oké, okay, weet je, uh, volgens mij is dit iets wat, wat me goed ligt, uh, uitdagende missies. En niet zozeer dat je van tevoren verteld krijgt wat je moet doen, maar gewoon, oké, okay, weet je, dit is, dit is het resultaat wat we willen bereiken. En uh, nou ja, de, hier heb je een aantal lui die niet per definitie, per, niet per definitie hoeven te motiveren, omdat ze niet willen. Maar dit zijn allemaal lui die willen. En hoe zorg je ervoor dat je de, de, de kracht die erin zit de kennis, ervaring, mm -hmm. kunde en de wil, zeg maar, bij elkaar kunt pakken. En dat het iets meer is dan uh, enkel uh, de optelsom van die acht individuen van elkaar. En dat, dat werd eigenlijk duidelijk, dat je die richting uh, op wilde, uh, om die redenen wat je net aangeeft, in de tijd dat je op de kamer zit. Ja, precies. Ja. Ja, ja, eigenlijk daarvoor had ik wel zo'n idee. Maar toen ik er helemaal in, uh, in Breda op de Kamer terecht kwam, werd het voor mij wel duidelijk van, oké, okay, weet je, dit is, de infanterie is de juiste keuze, maar binnen de infanterie wil ik dit gaan doen. Ja, ja, ja. ja. Ik wil het, ik ja, ja. Wil het toch nog even over hebben. Ja. Want uh, Gijs en, uh, heeft nog een broer. Well, ja, wij weten het allemaal. Jullie zijn een-eindige een een tweeling. Ook een middelhiller. Ja, ook een middelhiller. Ja, ook, ook hier natuurlijk. Uh, Joost, Joost Tuinman. Maar ja. jullie zijn ook samen naar de KMA gegaan, toch? Ja, klopt. Ja. 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 Dus ja. dat wilde ik even. Dat, dat is ja. echt bijzonder. En dus jij gaat daarna uh, commando. En Joost gaat dan een andere richting. Uh, ja, hij is naar 13e dertiende gegaan. Dertiende, uh, Infanteriebataljon Luchtmobiel. Ja, precies. In Assen. Ja, die is betons okay. gewand geworden? En die is een aantal jaar later overgestapt naar het weer. Uh, ja. Oké, okay. nou luister, uh, normaal de mensen die aan de elementaire commandoopleiding uh, beginnen, daar heb je daar moet je goed op voor voorbereid zijn. Ik weet dat uh, je moet ja, mentaal echt, echt sterk zijn. Dat, dat is uh, bepalend. Maar het belangrijkste is, is dat je dat het handig is dat je wat militaire vooropleidingen hebt, maar die had jij niet. Dus het was gewoon oké, okay, ik ben Grijs Tuinman. Ik ben net van de KMA en ik ga nu de elementaire commandoopleiding. Ja, ik doen. heb natuurlijk 12 maanden uh, panzerinfanterieopleiding gehad. Dus, uh, dus wel wat hoor. En uh, daar ook wel, mo wel mooie dingen meegemaakt. Dus ik wist wel, zeg maar, dat uh, als je het panzervoertuig uh, twee keer op de toeter wordt gedrukt. de klep gaat naar beneden en je moet eruit stormen. dat je eerst even moet kijken waar het boordkanon heen staat. En dat is de, die wijze richting de vijand. Richting de vijand, ja. ja. ja dus dat, uh, dat wist ik wel, ja. Oké, okay, um, nou, je, je gaat uh, begint met de opleiding. Uh, bijzonder best wel, uh, ja, je hebt dan al die twaalf maanden gedaan, maar ECO is totaal anders. Nou <laughs> ja, ja, zeker. Is wel, ja. <laughs> ja. ja, het is niks anders dan anders. Ja, want jij hebt nog een bijzondere opleiding gehad, want op een gegeven moment de ECO was voorheen voor dienstplichtigen, had je dan zes weken. Ja, zes weken Dat is over. daarna acht weken geworden. Ja. En maar jij hebt veertien weken is ECO getrakteerd. We een paar opleidingen zijn veertien weken geweest. Uh, en. Uh, nou, wij waren het uh, illustre clubje wat de uh, last long one heeft gedaan. Okay. Dus uh, na ons uh, is het ook weer uh, teruggebracht naar acht weken. Wat staat je het meeste bij van, uh, van de opleiding? Van de commandant? Ja, juist. Ja, best wel heel veel fun eigenlijk. Er zit, er zit best wel heel veel fun in. <laughs> Mooi, hè? Ja. 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 Gewoon humor, weet je. En uh, ja. dat, uh, op het moment dat je denkt dat, dat je slecht hebt, kan dat nog altijd nog slechter. En op het moment dat je dat beseft, weet je, dat is best wel oké okay eigenlijk. Ja, ja. voor heb je. Ja, ik, ik, we hebben natuurlijk alweer bijna een podcast voor een podcast gedaan. En ik heb je straks ja, ja. dubbel gelegen van het verhaal, maar ik weet niet of dat tijdens de opleiding in de ECO was. Volgens mij wel. Dan had je, het, je had het over een ver, verplaatsing door de heuvels hier in, hier in Limburg. Ja. Wat voor jou, want jij bent op je achternaam Valkenburg vuist. Ja. Dus Zuid-Limburg is voor jou niet, uh, niet onbekend. Maar dat vond ik wel een grappig verhaal. Met dat, met de taart. Ja, ja. Nee, dit is uh, oefening uh, lopend buffet. ik weet het nog goed. Ah? En uh, denk ik uh, 48 uur, uh, een kilometer of 80 door het Limburgse pittoreske heuvellandschap. En eigenlijk dan begin je in je eentje. En dus iedereen begint eigenlijk op, op, op in zijn eentje. En wat je krijgt, is een stukje van een kaart. Of uh, weet je, een stuk uh, een soort strippenkaart heet het dan, met een paar beschrijvingen. En uh, dan moet je eigenlijk je weg in het donker zoeken naar uh, het punt, uh, het randevoetpunt waar afgesproken is. En dat is eigenlijk allemaal. Uh, ja, van de gebaande paarden af. Want op elementaire commandoopleiding is het niet oké okay om wegen, paarden of uh, paardjes <laughs> te gebruiken. Hè? Dus dat doe je altijd uh, door het bos, of door het, uh, het zijterrein Heen. En dan op een gegeven moment dan ga je met z'n tweeën. En het laatste stukje is met z'n vieren. Ik moest natuurlijk als laatste beginnen, want ik, ik ken het hier het beste. En uh, uiteindelijk kwamen ze vieren als eerste aan uh, bij uh, de observatie. Toren op uh, in vaal, daar zo op het uh, plateau en uh, hadden is we de een Willemina toren toch Ja, ah, nee, ah, nee, ja, is ja. het een... twee? De... ik, weet niet. Vertel, de nee, nee. Volgens mij is de uitkijktoren daar zo op het grond. Ja, 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 ja. Bovenin. En uh, nou ja, Henk, uh, Henk, is was onze uh, commandant van de ECO. Uh, de kleine, onder de kleine blonde dood. Nou, <laughs> ja, dat die naam kwam achteraf pas, maar goed. <laughs> en uh, hij zei: uh, Tuinman, uh, nou, je bent u misschien wel als eerste, maar uh, weet je, uh, je kunt kiezen. Uh, of uh, je krijgt een, een slag rond taart, uh, of, uh, of niet. Uh, wat, uh, wat wil je? En dan denk ik, het oh, zijn altijd van die uh, dodelijke keuzes. Want ze zijn allebei gewoon slecht. Ja. En dan ik, oh, die zit ik niet te denken aan uh, niet te kiezen. Hè? Want uh, je weet wat je team aan doet. Want dat die hele oefening lopen op het buffet het ging erover dat je moest lopen. Voor je buffet. Dat is, voor je eten, ja. dat is de ja. En dat is eigenlijk de grap, hè? En een buffet is normaal, je doet niks en je gaat gewoon erheen en je, en je stopt jezelf helemaal vol. Het kost je niks, je doet er niks ja. voor. Je verbrandt het gelijk weer. Ja, ja maar hier zo is het omgekeerd. Dus je moet lopen en dan krijg je buffet. Maar elke keer als je zo kilometer 15 gelopen had en dan uh, moest je een, weet wat, een berg oprennen en vaals of zo met uh, jerrycans... en en als je binnen binnen 10 minuten niet vier jerrycans de boven had gekregen, kreeg je niks. Dan, ja, dat je eten niet verdient, je buffet. En als je het wel had gehaald, dan uh, kreeg je een kiwi. Maar dan moest je de kiwi wel met schil opeten. Dus we laten niks achter. We geen laten, sporen achterlaten. Geen sporen achterlaten. Nee. Ja, prachtig. Maar het mooiste verhaal is... Dus we zijn aangekomen. Ik zeg, nou, weet je wat? Ik zeg, uh, oké, okay, uh, kussen is man. Wat kies Ik zeg, nou, uh, doe me de taart Ja, er is één, één rand voorwaarde aan. Uh, je moet dan met je team, je moet alles op opeten. Tot het laatste beetje wat erin zit. Nou, oké okay, met die taart. Ik zeg, jongens, we hebben... Slagroomtaart. We maken die taart open, slagroomtaart... met iets van uh, 20 of 25 regenwormen erin. Heerlijk. En veel proteïne in. Ja. <laughs> Shit. Ja. Uh, en geen sporen achterlaten. Nee, dus nooit is, niet. Het is allemaal, uh, is ja. allemaal opgegaan. Dat zeker weten, ja. Dus, ja, ja dat, is wel, uh, dat, dat, dat zijn die humoristische dingen. En leger. Maar wat, wat, waar we even helemaal makkelijk overheen zijn gestapt... Jij zegt op een gegeven moment, ja, 48 uur. Uh, wat is het? 80 kilometer door ja. de heuvels. Ja. Even voor de mensen die... Voor, Mind you, de vierdaagse dat, die hebben gelopen, die is heel zwaar. En dat is dan per dag 40 kilometer recht toe recht aan. En dat is pittig. Daar doe je ongeveer uh, acht, 9 uurtjes over. En dit is wat jij had over hebt. Het is gewoon met bepakking door de heuvels. Uh, over de, de, niet over de wegen. Ja, ja dat geeft even aan wat, wat, je daar, uh, wat je daar moet doen. Ja, en dat is aan het einde van de ja. week, hè? Dus is, is ja. de, de donderdag en de vrijdag. Dus dan heb je de rest van. Uh... De tijd er al op zitten ja ja even vlak nog voor je got it finish strong en vlak voordat je naar huis gaat even lekker moe maken ja als je de... naar huis gaat hè heb je <laughs> als je ja, naar ja huis ja, gaat, ja, ja. Ik heb nog opleiding had in de tijd dat uh, weet je dat uh, dat, dat ja, de achbo of iets dergelijks niet altijd uh, even, even strikt strikte en uh, en uh, een strakke gevolgd te worden ja 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 ik heb ik heb ja ik heb bij luchtmobiel de, de opleiding gedaan en moesten we ook één keer uh, nog een extra marsje doen ja ik kan me nog goed herinneren ja. dat uh, uh, mij hebben we hebben vrijdag of zo. En, uh, weet je, en het weekend zat er aan te komen. Iedereen voelde wel dat, je, dat we uh, op weekend verlof uh, zouden gaan. Want de bus stond er al. En, dan, dan weet je, en dat is ook van die grap, grapjes. Als je erin zit, kun je er niet om lachen, altijd. Maar nee. achteraf zeker wel. En wel, weet je wat voor bus het was? De bus van de Efteling. Goed, Efteling erop. Speciaal. Weet je, oh, okay. Efteling bus. Die stond er eigenlijk al, al klaar. Dus iedereen, oh, we gaan zo. En dan uh, moest je nog even je eten maken, zeg maar. Hè. Want ja, je kunt niet naar huis uh, met een lege maag. Dus uh, drie aardappelen en uh, nou ja, dan, uh, volgens mij hadden we vis, verse vis. Dus de dag ervoor hadden we een, een, een samen met Michel had ik al een, een groot gat moeten graven met plastic erin. En de hele nacht waren we bezig geweest met van die 20 liter jerrycans om neer te rennen. Dus uh, slaap ze er niet in. Om dat gat te vullen. Weet je waarom? Want er zaten de vis in. En dus er zaten levende forellen en die moest je, dan, moest je forel vangen. Met een harpoen of iets dergelijks, maar goed. En dan uh, nou, moest je zo'n zo gat graven en dan zo'n foxhole maken. Je kent het wel. Ja, ja. En nou, dat gaat best wel goed. Alleen het regende dat het zeikte. En ik had een, 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 een maatje van me. Die kon alles heel goed, maar die kon één ding niet. Dat was vuur maken. <laughs> Ik kon, ook, ik kon ook andere dingen weer niet. Maar wat ik wel heel goed kon, was vuur maken. had ik geleerd hier in de bosjes. Achter de schaapmansplein. Ja. In de bosjes vuur stoken. Hè? Ja. Nee, ik kon goed vuur maken. Dus ik zei hier maar... Oké, okay, keer had wat uh, van uh, mijn kooltjes bij hem erbij gegooid. Dus hij had ook eten. Dus iedereen ging naar huis. Of tenminste, iedereen stond opgesteld. Hè? Dan moet je een paar keer douchen. Je kent het wel. dat wel. en duurt te lang. En, nou, uiteindelijk uh, die bus vertrekt. Want uh, ja, je denkt toch niet dat je met een eftelingbus, bus hè, Commando's worden niet... Nee, cursisten, hè. Cursisten gaan niet in een eftelingbus. bus Die eftelingbus wordt weer weggestuurd. En jij uh, loopt uh, in DT... Uh, marcherend uh, terug uh, naar het station. En dan uh, met de trein terug. En, uh, maar dat was uh, net op het moment dat iedereen... Uh, ja, dat we wegmarcheren daar zo. Daar een tentenkamp uit. Cursisten, uh, Tijman melden. Dat was het uh, adjunct Frederiks. En uh, Oké, okay, crisis tijman, wat heb je verkeerd gedaan? Dus iedereen gaat weg en ik, oh, dit is niet goed. Dus puntje bepaaltje, ik had niet gehouden aan de regels, want het was individuele opdracht en ik had mijn vuur gedeeld. Ik denk, nou, Maarten, die kwam er mooi mee weg, prima. <laughs> en uh, ik kwam er niet meer weg. Dus ik heb echt gewoon, denk ik misschien wel 24 uur in de deur, tussen hier in de deuropening, tegenover de deuropening, uh, in een, ja, moet ik een put graven zeg maar, zo gat onder de grond waar je kunt observeren, 24 uur. Naar een deuropening gekeken waar een paar oh, van, van die soldatenpoppetjes zaten. Nee. En dat moest ik observeren met een radio. En dan zat dan Frederiks aan de andere kant van de lijn. Die dan om het uur of om anderhalf uur dit poppetje veranderen. Ja. <laughs> dan moet je zeggen: met een ja. citraf geven... hoe de situatie verandert. Het ja. dat was, het niet? Ja, en, en weet je, zaterdag om half zeven of zo... en ik was echt helemaal klaar mee zaterdag om half zeven was het... oké, okay, uh, nou ja, weet je, oefening is geslaagd... Uh, we zien je zondag... en by the way, komende zondag ben je van dienst. Ja, oh. dus ik kon ook een beetje teruglopen en in dat station... want ik gewoon een dag kwijt. Nou, ja. ja, en dat is op het tentenkamp. Ja, ik heb zelf af en toe wel eens een, een cursus gehad bij, uh, bij het KCT... maar als je daar dus gebruik van maakt, van het tentenkamp... moest je ook, als je niet... Cursus of commandant, ja looppas. of uh, ja en en uh, zeven kwartier of zo, vijf kwartiertjes, zeven kwartier maar, s ochtends om ja, alles in orde te maken. Ja ja ja, goed. Ja, en, en ik was op die cursus, ik was uh, de combat patrol leaders course. Ik vergeet het... nooit meer met Jeffrey Jeffrey Schapen. Ja, Jeffrey, ja. Jeffrey ja ah, man, Daar had ik het samen de opleiding eh, meegedaan. Dus die moest, dus die moest natuurlijk keihard lachen dat ik ah, eigenlijk Ah maar geld, geld. ik ben jij man die cursist hier uh, dingen. Ja. Ik zeg ja ja ja, rustig aan met me. Maar daar moesten we dus alles, alles doen. Ja. Zoals het. Uh, ik denk, hey, ik ben geen kazins of geen commando, doe ze normaal. Maar wat die vijf hoeveel kwartiertjes zijn het, gijs? Ja, ik weet niet precies meer. Vijf of zeven, volgens mij vijf. De ja, harken, de graven, Corvée, al die linnen, ja. Ja, ja, ja. Pandjes water uh, geven? Ja, ja. Alle plantsoentjes aanharken, Alle, ja. alle paardjes die je loopt aanharken. En ik weet ook dat ze daar hebben ze van die, van die van, van een soort graven of zo. Eén ja, ja. ene met een, 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 een klimtoortje erbij of zo. Ja, onder K de Chinese muur of zo. En dan uh, de kursist van de laatste uur. Ja, vier ja, ja, van de Chinese muur of zo. Ik ja, is het weet het ja, ja. niet. Misschien, misschien dat je, is wel grappig als je daar iets over vindt, bro. Boer Bax, Tentekamp. Dat je als je daar wat foto'tjes uh, vindt. Ja. Dus ja, maar dat is het mooie, toch? Die, uh, die militaire militaire humor, wat jij zegt. En met die, naar die poppetjes kijken, dus, dus waarnemen dat soort dingen, weet je, die taag. Die ja, maar soms soms zitten grote, grote levenslessen, dus in hele kleine ja. dingen, hè. En uh, dat is het eerste. En het tweede denk ik wat belangrijk is, is dat uh, misschien iets wat je nu doet wat je niet heel leuk vindt, of waar je het niet van in Dat kan jaren later kan het wel komen. Ja. En uh, dat zijn wel van die dingen die je uh, wel altijd uh, wil uh, wel bijblijven. En ook oh, zelf met humor, hè. Kijk, uh, we zijn heel vaak op zoek naar uh, humor of iets wat leuk is. Dan moet het leuk in het moment zijn. Mm -hmm. Maar vaak is het nog leuker als je daar jaren later, zoals we, zoals we straks hier op de bank met je, wat oude anekdotes uit, uh, uit, uh, uit hoed Ja. Maar ik vind wel, je moet wel dingen doen, zeg maar. Je moet wel bezig blijven, dingen doen. En uh, weet je, het gaat niet altijd goed, maar je moet niet altijd snel opgeven. Ja, want de, 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 de opleiding draait eigenlijk meer om... Je, je leert wat basis, maar ik denk dat meer zo'n ECO... Het draait meer om de vorming. Van, uh, dat, ik vond het ook mooi... Ja, ja, heb je kamp, kamp van Koningsbrugge gekeken? Nee, ik, nee, ik nog, heb geen nog tv, jongen. <laughs> ja, ik snap, we hebben net, daar gaan we wel een beetje over hebben. Want je doet best wel uh, wat... Uh, je bent een actief, uh, actief persoon. Ja. Dus ik, als jij zegt tegen mij, ik heb geen uh, uh, tv, snap ik dat. Ja, ik heb ook <laughs> geen internet. <laughs> ja, ja. Ik wil niet wel zeggen dat ik niet van deze tijd ben, alles behalve dat. Maar ik probeer, uh, ja, weet je, dat is denk je zo. Uh, uh, afleiding uh, is om de hoek. Uh, dus voor uh, kies ik. Of afleiding kies ik wel. En dan uh, voor de rest wil ik gewoon dingen doen die ik leuk vind. Ja, ja. ja nee, maar dit is, uh, heeft, heeft die vorming je uh, in het latere leven. Denk je dan nog wel eens terug aan de opleiding? Ja, ik weet niet of dat, weet je, of het zo zwart-wit is, is dat die opleiding ja. bepaalde effecten op je heeft of bepaalde dingen met je doet. En dat die dan bij je blijven. Maar ik geloof wel dat. Niet bewust. Zeg, nee, nee, maar, ja. Ja, nee, maar ik denk wel dat in, heel, in, in een traject of in de tijd... dat het altijd wel impact heeft. En, ja. Uh, maar ja, de andere kant van verhalen verhaal is... als ik de commandopleiding niet had gedaan... was ik misschien wel uh, professional kitesurfer... of uh, misschien uh, deed ik wel uh, three stakes uh, big air... Uh, of piste, of iets dergelijks. Of, uh, weet je? Ja, je houdt wel van, uh, van extreme dingen. Maar, maar ik weet niet of extreem is. Er moet, wel, er moet wel iets in de waagschaal gelegd worden, zomaar. Er moet iets uh, op het uh, spel... Ja, niet op het spel staan, er moet een... Uh, Kik behaald worden. Een, ja, dat weet ik niet, maar je kunt alleen iets winnen als er ook iets te verliezen valt, toch? Ja, eigenlijk wel. Zo zie, zo zie ik het wel. Een, een ja, je moet iets in... Je, het, je, kijk, het levert je iets op als, als je weet wat het gekost heeft, of wat ja. je aan inspanning, niet altijd letterlijk iets moet kosten, zeg maar, qua geld, maar het moet, iets, het moet een bepaalde moeite kosten, of je moet een barrière overheen weet je, ja. of iets doorbreken, en dat het je dan lukt, of misschien ook wel niet lukt, maar wel dat je een stapje verder bent, dan ja. heeft het, denk ik, ja, voor mij heeft het dan meer ja. waarde. Ik had bijvoorbeeld bij, bij Defensie had ik dan vroeger wel eens dat waren dan lastige opdrachten of zo, of een lastige kovo, waar veel tijd in gestoken moest worden. Het liefste wil je kovo natuurlijk snel ja, doorgaan. En, en, die, en die actie doen. En dat zag ik dan wel eens tegenop. Maar als ik dan dat goed had aangepakt en goed voorbereid. En weet je, in de praktijk, werd, dan was dat voor mij de bevrediging, zeg maar, de prijs. Ja, Ben maar, zeg maar. ik helemaal ik... ik, ik wat ik heel vaak hoor, is, ik krijg heel vaak te horen, ja, maar Gijs, weet je, je doet heel veel dingen ad hoc, of, uh, weet je, intuïtief, of je ziet dit, of je bent heel snel. Maar ik denk dat het heel vaak een misvatting is. Kijk, alleen hetgene wat het is, is dat mensen zien mij niet heel vaak dingen voorbereiden. Snap je het bedoel? Dus ik ben niet nee, nee, iemand ja. die zegt van, oké, okay, weet je, ik geef nu bijvoorbeeld, ik geef les. Hè, dus ik geef, uh, zeg maar, academisch onderwijs op het gebied van krijgswetenschappen. En, uh, dan geef ik bijvoorbeeld uh, maandag, dinsdag, woensdag ik ook weer college staan. En dan met mensen om me heen, zowel die studenten, maar ook als mijn collega's die denken: ja, maar jij, jij, jij schudt dat uit je mouw, je hebt het allemaal in je hoofd zitten. Nee, maar dat zit niet allemaal in mijn <laughs> hoofd. Alleen, weet je, ik ben er wel veel mee bezig. Ik denk erover, nou, nah, weet je, maar niet altijd, zeg maar, van oké, okay, vandaag mijn agenda zet ik van van uh, 10 tot, uh, tot 4. ga ik dit voorbereiden? Nee, ik snap het. En, maar dan ben ik. Heb ik een hard whiteboard waarbij ik, me, ik me, me, mijn activiteiten of ja. mijn taken bijhoud en waar ik zit en dat soort dingetjes? Dat niet. Wanneer het binnenkomt, ga jij ermee aan de slag, zeg maar. Nee, maar ik ben... Nee, ik in ben, je hoofd, wanneer het ja, gewoon binnenkomt. Maar ik ben, ik ben oh, dit met, is het moment. Ja, ja maar ik, ben, ik heb over heel veel dingen al, denk ik, eigenlijk continu na. Ja. Maar dat wil niet, maar wil niet zeggen dat ze altijd al opportun zijn. Dus ik ben niet over dingen na denken of voorbereiden, nadenken moet ik beter zeggen, nadenken, omdat ja. over een week ik dit of dat moet doen. Snap je? Ja, ja ik snap het. Ja. Dus, ik, dus ik, het. Heb, ik heb een heel repertoire van allerlei ideeën en uh, nou ja, ...combinaties en dingetjes. En dan als er dan iets voor het voetlicht ligt... ...wat gebeurd moet worden... Pas je naartoe. Ja, is het gewoon even bewijs van mijn ogen dicht doen... ...en ik zie zo verschillende mogelijkheden of opties... ...of plannetjes liggen die kan combineren. Dus, nou, zo zouden we het kunnen doen. En weet je wat, ik kan dat kan ik je mee helpen... ...want ik denk dat ik ook nog wel hier en daar wat heb liggen. Ja, ja Ja, tof. Ja, want je, je bent natuurlijk wel, je bent wel een slimme baas ook. Fit, niet alleen een fitte baas, maar ook een slimme baas. Nou, dat weet niet. Jawel, ik heb met jouw uh, chef, uh, chef gesproken, Ralf. Ja. Dus, uh, ja, die is echt, uh, ook, ook, ook daarvan uh, shout-out Ralf. <laughs> Dankjewel voor de, voor, de, voor de info, weet je. Nee, maar die is echt onder de indruk hoe snel jij uh, dingen, dingen opslaat. Bijvoorbeeld, jouw broer is nu in een opleiding in Amerika. Ik ja. weet niet, wat voor opleiding is dat? Uh, is, zeg maar, de, de hoge defensievorming uh, van uh, de US Army. Oké, okay, ja, ja daar vormen. sturen ze niet de mensen naartoe. Die opleiding heb jij al doorlopen, die, ja. die duurt uh, vier jaar. Twee. Twee jaar, twee ja. jaar, dankjewel. En dan moet je dus superveel lezen, leren. Ja. En blijkbaar, uh, als jij een boek pakt, dan, ja, ik doe nou een beetje overdrijven, dan is het zo doorheen, en dan uh, is die shit in jouw uh, brein gedownload. En dan het en dan nou, weet, weet, weet je het, of dan sla jij, want dat is hoe ik als ik door een boek ga, dan weet ik gewoon, oh, dit is belangrijk, dit sla ik, dit is belangrijk, dit sla ik op. Nee, ik, ik zit op, denk ik, 50 pagina's per uur. Zeg maar, wat ik aan uh, materiaal kan, uh, kan verwerken. Zeg maar alleen wat het doet is: als ik weet je, als ik een boek heb wat relevant is, Het is niet zo dat ik je morgen kan vertellen of erin staat, maar ja. wat het wel is, is dat ik drie, vier of vijf jaar later welke zeggen oh, eh, ik hoor iets of we zijn ergens mee bezig. om oh, maar wacht, wacht even. Weet je, er moet of een ervaring of een, een situatie of iemand die je kent of een weet je, een een situatie die geweest is, of een uh, event, hmm. heb ik, zeg, oh, maar wacht eens even, dit kan heel relevant en interessant zijn. Dan moeten we het eens dus even erbij gaan betrekken. Weet je, en dan kan ik je ook ja. uitleggen waarom dat zo is, wat erin staat, en af en toe lukt het me ook nog wel om zo'n boek, wat ik misschien zes, zeven jaar geleden gelezen heb, of zo, weet je, oké, okay, maar dat staat ergens, weet je, bij pagina 280 of zo, Tacht, 280, 285, moet je eens kijken, of dit hoofdstuk. Hou op, deze. hoor. Nee, maar we niet, dus niet, het is niet van alles. Nee, dat nee, nee, niet... nee, maar dat is wel bijna straight-up Rainman, Man shit, uh, rain man. Nee, dat is het juist niet. Nee, dat nee. Is, kijk, en wat ik zelfs. Ik wou zeggen, dadelijk gaan we naar het casino. Dan neem nee, ik je nee, mee naar het casino. We nee, hebben nee, het straks nee, het casino. Nee, 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 we gaan eerst even terug naar de broederschap. <laughs> ja. ja. Nee, Bart, want het is, weet je, het is allemaal geconditioneerd. Ja. Ik geloof echt dat het dingen zo werken, zeg maar. niet alles gewoon... Uh, weet je, je hebt wel een bepaalde aanleggings voor of iets wat je wat je past of hoe je gewired bent, zeg maar. Maar dat heeft ook een bepaalde mate van uh, conditioneren. Hè? En we hebben het net over die commandoopleiding of een vorming. Ik zou het eerder conditioneren noemen. Ja, ja. Weet je, het is dus, uh, herkenbaarheid met dingen. Hè? Weten, of niet alleen weten, maar beseffen. Van, van, van je, vanuit jezelf voelen, van ja, het wordt altijd slechter. Dan op een gegeven, en op een gegeven moment is het afgelopen. En dan denk je, hoe kan dat nou? Weet je, dit. Ja. Wat, wat een laffe opleiding eigenlijk dat nu al klaar is. Maar ja. nou goed, dat wil ik niet doen. Ik wil, ik, ik wil eigenlijk terug naar de. Kijk uit wat de kleine blonde komt. je straks is achter je aan. Ja, hey, ik, ken hem, ik heb hem ook contact ja. met Ja, ja, ja. ja Henk. Mooi vent trouwens. Maar uh, terug naar de broederschool. Dus op de broederschool, uh, zeker in die tijd, was het nog. ja, nou, broederschool, nog best wel ja, 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 ja. uh, klassiek. En oké, okay, dit is hoe wij onderwijs aanbieden. En je, je schrijft rechts. Maar ik ben linkshandig. Ja. je schrijft rechts. Dus ik had, ik heb, je, en ik had altijd onvoldoende, dus ik was mega, ja, tussen, hoort dan vervoer. maar best wel onzeker. En Joost uh, die scoorde altijd lekker goede punten, die was uh, puntenboxen niet alleen alweer. En, ja. en uh, ja, weet je, het, uh, zo uh, lekker vlotte dan wel niet. En uh, nou, toen gingen we uiteindelijk naar Valkenburg en toen ben ik in Hulsberg gaan, uh, uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan uh, naar een basisschool gegaan. En dan was het weer, iets anders. En dan, weet je, had ik uh, 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 buskens weet je nog, bus voor kwijt, kwijt, is mijn Hans of zo, maar, maar is wel maar Die die was heel anders. Die zei, weet je, schrijf lekker met je links en uh, weet je, maar dat was steeds hanenpoten schrift. Waar ik naartoe wil, is dat ik heb zo'n intense hekel en zeg maar en weet je gevoel van falen gehad met überhaupt schrijven. Mm -hmm. Dus ik heb mijn, ik heb nog nooit van mijn leven aantekening gemaakt. Ik kan dat ook niet. Ik kan geen aantekening maken. Nee, ja, ik ook niet. <laughs> Soms wel anders. Nee, nu wel voor de podcast nee, ben heb... ik wel bezig geweest. Hoor, ja, ja, ja. Voor ja, deze. ja, ja, ja. Bijvoorbeeld ook met een agenda, weet je. Mensen... Heb ik zijn aantekeningen gemaakt? Sorry <laughs> voor de interruptie. Sorry, ja, dat, dat ja, ja. lukt me wel, ja, ik, Maar ook een agenda. Ik heb een, weet je... Ik... Vroeger ook hè? weet je dan uh, moest je op de basisschool de middelbare school moet je, je agenda hebben weet je dat was altijd één grote horror nu ook weet je eigenlijk was ik het vandaag vergeten dat het vandaag was kwam, Het was dat jij me vrijdag een stuurde hè ja. maar weet, ja. ik schrijf het ook niet op ik weet je ik doe weet je ik doe dingen allemaal niet het puntje bij paaltje is, is dat ik gewoon weet je dus altijd maar ja dus wat ik heb ge, uh, ja, de retentie zeg maar wat je bij je blijft altijd ja gewoon in mijn hoofd schijnbaar methodes of uh, frameworkjes, uh, raamwerkjes heb gebouwd om er op die manier mee om te gaan. Ja, oké. Okay. Dus dan gaat uh, je komt in een situatie. Ik snap het ook, hoor. Want ik, ik opereer zelf ook een beetje zo. Ik ben natuurlijk niet zo slim. Ik ben niet slim, helemaal niet. Maar ik herken je uh, werkwijze. Je weet wanneer een, in een bepaalde situatie het hok, dat dat welk deurtje je in je brein moet openen. En want oh, dat gaat automatisch. Want dat moet ik daar toepassen. Ja, ik zeg altijd, ik heb gewoon een hele grote bibliotheek. Ja. Met uh, allerlei plannen. En kijk, en, uh, wat, uh, wat mij heel veel helpt is nou, ja, creativiteit. En wat ik bedoel te zeggen is: ik kan niet schilderen, ik kan niet, niet echt tekenen, of helemaal niet. Dus maar maar, maar ik, ik ben heel erg uh, associatief. Dus. Als je zegt van, oké okay, Gijs, je hebt één minuut de tijd. Vervel, vertaal, vertel een overtuigend verhaal. Hoe uh, weet je, uh, een, een boekje met een banaan en uh, een stuk hout. Uh, zeg maar, met elkaar verbonden zijn. Gaan we dat heel goed af. Dus ik kan. Dus, snap je wat ik bedoel? Dus, bijvoorbeeld, dit flesje is geen flesje water. Het is een combinatie van een aantal attributen. Het is een combinatie van een aantal elementen. Maar dat is ook een combinatie van. He, hoe jij in je hoofd mentale, misschien best wel lastig, maar mentale modellen maakt wat het is. Mm. En wat ik me heb gemaakt, wat ik denk als je mij van wat goed in bent, is om dat te, te, te deconstrueren, uit elkaar te halen ja, ja, ja. en is iets nieuws van te maken. Als je het zou vergelijken met Lego, is, uh, weet je, als je hier uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een, een lege auto neer zou leggen, nou ja, wat mijn hoofd doet, is niet zozeer van. Of je hebt hier een, een Lego uh, bouwdoos en mm -hmm. een plaatje bij de auto. Ik zou meteen gaan nadenken: oké, okay, wat kan ik er anders van maken dan die auto? Ah, oké. Okay. Ja, dus, en dat niet alleen. Het is, het is niet dat ik er dan de Eiffeltoren van maak en kijk, zie je, kan Nee, want die Eiffeltoren is hem ook niet. Dus wat ik. Ik zal altijd proberen te blijven kijken, maar hoeveel, ik heb wel veel ranges. Hè, dus uh, snap je we bedoel. Wat is de, de bandbreedte eigenlijk erin zit? In iets. Dus ja, 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 ja. Hoeveel verschillende dingen kunnen eigenlijk mee? Nee, precies. In, in een bepaalde. Uh, wij zitten hier aan de tafel. En op die tafel. Daar staat een geluidset. daar staat een. Uh, een een, een autootje van de, van de Jumbo. Uh, je, flesje, je flesje, het boek. Jij en ik zitten er. Maar dat is een gegeven. De auto kan, kan hier naartoe. Maar dan, het, het loopt nog steeds de podcast. Ja, ja. Dus je kunt het anders indelen in die box. Wat, wat, ja, wat ja. jij zegt. Je hoeft het niet per se zo te doen. Begrijp ik dat een beetje met mijn heel verstand? Ja, maar de, het. het het totaal, zeg maar, de hol, zeg maar, het totaal ja. van de podcast is ook niet de podcast. Hè? Nee. Het is niet de file. Het is niet het gesprek wat we hebben. Hè? Maar wat de, de podcast is, is wat het bij de luisteraar, maar ook bijvoorbeeld bij jou en bij Michel en bij mij uiteindelijk doet. Ja. Dat is de podcast. En dan komt hij dus, hoewel we allemaal zeggen dat dit een flesje water is, hoewel we allemaal zeggen dat dit een boekje is, mm. hoewel we allemaal zeggen dat dat. Uh, het uh, stukje speelgoed van de, van, de, van de Jumbo is. Max, de auto van Max, ja, ja. en de microfoon. Terwijl iedereen uh, hartstikke helder heeft wat, wat, wat de hel een podcast is, mm -hmm. is het uiteindelijk voor iedereen anders. Dat is wel, ja, dat is wel zo. Ja. Hetzelfde als uh, belevingen, milite verhalen, zeg maar. Iedereen beleeft de actie. Ja anders. Ja, maar dat is een ja. maffe, en dat maakt, weet je, ja. een hele grote, weet je, om heel ver uit te zoomen, dat maakt het le leven juist zo rijk. Ja. En de grap is het elke situatie, elke ervaring die je opdoet, of dat nou in de ACO is. En, weet je, mijn ervaring, en mm. soms zijn er hele kleine dingen die heel veel impact hebben, ja. maar je weet het niet altijd. Snap je ik bedoel? Dus ja. het wel of niet uh, van uh, Henke, de, de, de kleine blond nee, ja, 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 ja. weet je, Hees. heeft heel veel impact. Of, uh, nou, wat het net over, over, uh, ja, dat is jammer weet je, Kor, uh, weet je, ja. wel of niet erbij zijn, wel of niet een werkmansborrel, uh, wat wel of niet kan. Dat zijn hele kleine dingen die, een hele, die, die heel bepalend ja. zijn op wat iets is. Want jij zegt niet van oké, okay, als ik het autootje hier zet, blijf het nog steeds een podcast. Mm -hmm. Ja, dat kan. Maar als je het autootje daar zet, zijn de luisteraars die wel stiekem meekijken, Kijk, ja. die niks met dat ding te maken hebben, die wel uiteindelijk je podcast misschien wel uitzetten. Of die ja. hem anders interpreteren dan dat jij dat doet. Of die niet eens maar luisteren naar wat wij zeggen. Of waar wij, wij het nee. met elkaar over hebben. Hè? Maar bezig zijn. Oh ja. Yeah. Fuck. Uh, wanneer uh, rijdt uh, die, uh, die gekke apen weer. Uh, <laughs> ja. Nee, ik heb ik er niks rijd... mee. Nee, 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 nee. Maar dat maakt niet uit. Jij, nee, ook... niet jij hebt uit. geen tv, geen internet. <lacht> <Ja>. <lacht> dus, uh, <laughs> dat was een beetje. Ik vind het wel mooi. Want we hebben het een beetje over. Uh... Jij bent dus echt out of the. Je denkt graag out of the box. Ik weet niet of out of the box is. Kijk, iedereen is In eigen... oplossingen? Ja, nee, nee. Maar kijk, Jij je, je hebt je eigen box. Ik heb mijn eigen box. Wat voor mij echt gewoon, weet je, als dit de box mm -hmm. is, wat voor mij echt gewoon in de kern is van wie ik ben, wat ik belangrijk vind en wat ik doe en wat ik wil doen, mm -hmm. kan voor jou out there zijn. Wat ja, voor ja, mij ja. blauw is, kan voor jou rood, rood zijn. zijn ja. Dus wat is out of the box? Ja. Nou, ik zeg dat zo out of the box denk ik. Omdat je natuurlijk toevallig dat je dan ook het boek in je handen hebt. Je, je, je acties, waardoor je ook onderscheiden bent, zijn niet per se. Um, hoe heet het? Dat is door out of the box. Door anders uh, je middelen in te zetten dan zeg maar normaal is. Maar begrijp ik het goed, voor jou is dat normaal. Dat ja. je het zo inzet. Dat is niet apart of out of the box. Nee, maar ik ben er wel bewust van dat het anders is. Dat het, het regime, zeg maar, waar je in zit. Hè, weet je, als uh, of het nou uh, tech, uh, tactieken zijn die ja. je moet doen. Of dat je bijvoorbeeld bij de, bij de Rabobank werkt. En uh, weet je, je moet elke ja. dag uh, dit en dat doen. Of dat we vandaag op anderhalve meter zitten. En uh, mondkapjes en dat soort dingen allemaal mee. Je moet je wel bewust van zijn dat bepaalde zaken in een bepaald regime zitten. Dat heel veel mensen dat heel prettig vinden. En daar is ook niks mis mee. Hey, uh, uh, dus, uh, weet je, we zijn een land van law en order. En misschien wel meer dan aan de andere kant van de oceaan. Mm -hmm. Maar. Weet je, je moet je er wel bewust van zijn dat er wel structuren, regels en dingetjes en gebruiken en procedures zijn. En, maar dan is het wel grappig dat je, ervan, hè, dat je juist door er van af te wijken, uh, je bepaald resultaat kunt bereiken. Want weet je, of je nou wel ja. of niet de procedure uitvoert, wel of niet de, in, in, de, in de box blijft, maar die box zegt alleen iets over jouzelf. Ja, het, ja, zegt, ja. het zegt niks over de ander. En als je het hebt over uh, uh, nou, oorlog, of je hebt het over, uh, nou, eigenlijk dat, hè, over conflict. Of mm -hmm. weet je, waar je als krijgs moet inzetten, dan nou, ga je over, gaat over oorlog. En waar gaat oorlog over? Over het opleggen van, 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 van de wil op de ander. Ja. Dus, weet je, dus of het out of the box is of in the box, zeg maar, is helemaal niet zo heel relevant. Het gaat erom, of het re relevant is en effectief is ten opzichte van een ander. Dat is hetzelfde dus met deze podcast. Ja. Want het gaat er niet over van wat ik vind. Het gaat er niet over wat jij vindt. Het de gaat er ontvanger over... bepaalt. Ja, ja, nee, maar ja. het gaat er over juist dat je, weet je, daar met elkaar over die grenzen verkent. Want als, we alle... als ik in mijn boxje zou blijven en jij zou in jouw boxje blijven, dan wordt het niet interessant. Als jij uit jouw box gaat werken en ik ga uit mijn box worden, dan worden er chaotisch en dan begrijpt niemand er meer wat van. Ja. Nee, dus, maar het verkennen van de grenzen, en niet zozeer van je eigen box, maar van, wel degelijk die van een ander, is altijd relevant ja ja nu, nu hebben we het toch uh, benoemd de, de podcast weet je ja jij vertelt het dan uh, boxen. Um, jij mag zelf ga je ook uh, een aantal podcasts opnemen kun je daar al wat over vertellen is dat vanuit jou vanuit defensie hoe um, Nee, nou, ja, dat, dat is vanuit vanuit mezelf en ja. uh, de kon ook een landmacht uh, die uh, die ondersteunt uh, daarin uh, op uh, het gebied van uh, uh, nou, eigenlijk, uh, van faciliteiten als zaken uh, cent, centjes centjes yeah. Nee, ik heb niet geld. Nee, nee, geld zat. Nee, maar zol ze moeten die podcast zol wel. Uh, ja, ja. Zol zolang ik mijn kites en mijn, mijn -piste, skis Ik kan betalen, vind ik prima. Hè? Eens waar ik op zoek ben, is wat sponsoring voor een, 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 een Mercedes-Sprinter. Die ik wil ombouwen tot een camper. Maar goed, daar kunnen we nog een andere keer over praten. Nee, Oké. Okay, ja, ja. <laughs> nee, nee, ik moet dit moet ik niet doen. Nee, dat ging niet. Maar wat? <laughs> nee, wat wat, wat, wat hadden we het over? Thanks. over boxen, box. De, de podcast boxen. over jou, over oh, ja. de podcast die je mag. Uh... Ja, ja. Nee, maar we gaan beginnen met. we uh... ja, moeten even kijken wanneer het. Uh... We zijn nu nog in de, in de prille voorfase, maar het gaat een serie van zes worden. Dat gaat het gaat waarschijnlijk heten 'morgen War. Uh, dus we gaan het wel degelijk hebben over uh, uh, het hele fenomeen van oorlog, hè? Want als je het hebt over uh, Weet je, daar waar mensen ten opzichte van elkaar ten strijde trekken met het ultieme uh, uh, risico, of misschien het ultieme doel dat de ander de dag erna niet meer na kan vertellen. Ja, waar gaat het eigenlijk over? Want het staat eigenlijk zo ver af van hoe wij hier bij elkaar zitten. Maar het gaat wel degelijk ergens over. En uh, ik denk dat uh, het bus zijn daar met z'n allen, en daar ook met elkaar mooi in gesprek en dialoog blijven, blijven, dat er gewoon helemaal niks mis mee is. En uh, dus dat gaan we doen. Het wordt er zes. Uh, we gaan met een aantal verschillende uh, perspectieven en lenzen naar kijken. En uh, daar hebben we een paar uh, leuke gasten bij. Ik kan er niet veel over zeggen. Die, uh, die, komen er nog, uh, die komen er nog aan. Interessant, interessant. Ik ga dat. Uh, nou, die ga ik zeker ook uh, pushen via, via mijn kanalen. Dus uh, ja, succes dan nee. man. Top. Ja, ja, we hadden het net al over creativiteit. En uh, die laat je zien. Uh, in je acties, maar in de ECO, die is ook een beetje creatief geweest. Want jouw broer, ik. Dit is over uh, de true story. is. Ja, ik weet het inmiddels al, maar ik moet het veranderen, moet ik gewoon die vraag uh, stellen. Je zei, jij, toen jij de eco opleiding uh, deed, de elementaire commando-opleiding, ja. was jouw broer Joost bezig met de opleiding Luchtmobiel. Mm -hmm. Klopt. En tijdens zijn beredtuitreiking zat jij in de ECO. ben jij naar zijn uh, uitreiking mogen gaan, of niet? Ja, klopt. Ja. Dus. Uh, maar werd je daarna ook weer gelijk weggehaald? Of uh, moest je daarna weer... Uh, of was het toevallig in een kazerneweek? Nee, nee, nee. We zaten volgens mij in De pil onder de grond. Dus uh, ik werd... Uh, ja, dus ik kreeg een, een berichtje via de radio. Van, uh, met een uh, referentiepunt. Uh, ik Tuinman. Uh, uh, over uh, drie kwartier uh, op uh, dat coördinaat. En dan uh, contact maken, eigen troepen. En dat was dan een uh, kilometer of zeven. Uh, dus het was uh, in, in de ECO-shuffle nee, nee. uh, erheen <laughs> rennen dat bos. En dan uh, in de auto stappen en dan uh, mocht, niet, mocht ik achterin kon ik liggen, maar ik mocht niet slapen. En uh, naar Schaarsbergen toe. En dan uh, toen werd het wel duidelijk dat het uh, de berettetrijking van mijn broer was. Dus was eigenlijk, eigenlijk echt een aangename verrassing. Ja, daar kon okay. nee, ik zo meteen wel. Oké. Nee, ik was me helemaal niet bewust van. Ik, had, ik, had, ik wist wat het was, maar ja, weet je, ik ben niet, een, ik ben niet iemand die zegt van nou, oké, okay, ik wil er graag heen en uh, waarom zou ik het moeilijker maken dan uh, dat het zou moeten zijn. Dus aangekomen daar zo, en uh, was toch donker en zo. En nee, ik had allemaal uh, familie en vrienden. Maar ook heel veel ouders. En uh, de een na de ander kwam naar me toe. En had ik had uh, natuurlijk zwarte handen, muts, mutsdas, een beetje kamout <laughs> uh, Verschoven. Uh, heel vies en stinkend. Hij zei, oh, wat verschrikkelijk uh, dat jij je uit, uh, uit de oefening bent gehaald. Dat je het niet gehaald hebt. Niet gehaald? <laughs> ik zo wat heeft hij het over? Ja, nee, want uh, ze komen binnen toch. En uh, weet je... Uh, Oh, ja, ik dacht dat, uh, ja, weet je, dat je uitgevallen was. Ik zeg, nou, uitgevallen, ik zeg, met een andere opleiding bezig. Oh, ja, want deze mannen hebben het ook echt wel heel zwaar gehad, hè. Die zijn al, uh, ze zijn al zes, je dat, ze zijn al zes weken bezig. En, nou ja, ik, ik weet het. Ik zeg, ik moet nog drie weken. <laughs> en, uh, oh, oh, ja, hoe lang ben je er bezig? Ja, ik was al, denk ik, een week of drie bezig voordat de opleiding bij luchtmobiel begon. Ja, prachtig. Nou, dus, grappig, ja. Ja. Dus die hadden, die hadden, ja. die hadden natuurlijk niet door dat jij vanuit een andere opleiding naar die bereduitreiking mocht, uh, mocht Nee, komen maar kijken. bij de receptie heb ik wel heel ja. veel broodjes gegeten. Snap ik. En ja. <laughs> ja, voldrukken wanneer, wanneer, uh, wanneer je kunt. Ja, precies. Daar. Ja. Hey, dus en na, na de ECO, uh, wanneer haal jij uh, je bered? Uh, welk jaar is dat? Uh, 2001. 2001. Ja, januari. Oh, dat is... Uh, 2001, oh, een paar maanden later vliegen er een paar vliegtuigen in een gebouw. Dat oh, jaar was het te... 2002. Oh, 2002. 2002. <laughs> dan, is het... <laughs> dan is het 2002. Nee, wel ja, nee, 2001. Nee, ik zit even te denken hoor. Of, uh... ja, even kijken. Nee, 2002. Ja, want ik zat in de, de, de vooropleiding, zeg maar. Uh, we zaten in de bus, we waren net naar de hartskamp geweest voor uh, een uh, schietoefening. En op de terugweg uh, in de bus uh, hoorden we over 9-11. Dat is hem. Ja. Dat zou ik ook nooit meer vergeten. Ik was toen op de Harskamp en ik stond in een kantine en dan heb je die kantine op de Harskamp. dan heb je dat grote scherm. Daar zag ik dat. Maar we kwamen net terug van de Harskamp. Ja, ja, Zo gaat het. Dus ja, dat zou ik ook nooit meer vergeten. Dus dan had je en Oh ja, dat heb ik altijd willen weten. Omdat jij dan. Was jij een van de weinige officieren in die ECO-opleiding? Met hoeveel zijn jullie begonnen? Weet je dat nog? Met hoeveel officieren? Nee, hoeveel in totaal? Oh, ik weet je niet. Uh, 100, 130 of zo. Oké, okay, maar daar zitten weinig officieren in, want in principe. Nou, toen zat er veel in. Toen waren er, denk ik, 1, 2, 3, 4, 5, 5 of 6 officieren. Oké, okay, allemaal gehaald? Uh, 1, 2, 3. Oké. Okay. Maar ik was de jongste, hè? U was de jongste, ja. En ja, dan had je een, een sportassisteur, ja. uh, Jack. En um, die zei altijd, uh, zei altijd één ding: uh, Oké, okay, ik heb hier mijn orde voor de schildwacht overvalling. Dat is gewoon uh, chokehold. En, oké. kusus je zus, Ik heb. Ik heb uh, nee, nee, zo zei het. Oké, okay. ik heb een twee in Hegel: er zijn officieren en ja. kleine, een kleine mensen. Thijman, hier. was het niet uit. Ik was officier en ik was even de kleinste. je ja. Twee uh, yeah. dingen Hegel: officieren <laughs> en kleine mensen. Thijman, hier. En dan een schildwacht overvalling, hè. Dan, uh, ja, dan hoppakee, en dan je dat al, oké, en dan uh, zijn wurgggrijp. Uh, en uh, dan zei hij. Uh, Thuiman, als je niet meer trekt, moet je afkloppen. En dan lacht hij, ja weet je, ga je afkloppen? Uh, nee, niet helemaal. En dan, ja, die vent was zo berensterk. En en, 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 lacht hij in zo'n zo houding, om mijn handjes zo. Ik denk, denk, ik wil afkloppen, maar ik kan niet afkloppen. En dan, nou, volgens mij ben ik, uh, elke, keer, <laughs> elke keer als ik gepakt werd door hem, uh, dan uh, op een gegeven moment liet hij los, omdat ik slap begon te worden. Ja, dan kon je zo'n handje ja, zo. Ah, uh, Oké. Okay. Okay. Nou, nou, nou. Kleine mensen, officier, heb je niks aan. <laughs> Hou druk, Thuiman. Ik ben anders. Oh, je, nou, ja. nu met, met tuinman, hebben ze jou heb jij natuurlijk heel extra veel moeten graven. Want jij was de tuinman. Nee, ik zou, ander, ik zou het veel anders stellen. Nee, zo anders, ratten nee, zijn ze. Nee, dat was iets anders aan de hand. En uh, in, uh, in Hulsberg had je een van. En uh, als goed Limburger, dan zit je wel in de of de harmonie. Behalve als je van de mail heel nee, klont, komt juist van die andere ding, dat, Dan schiet je met andere wapens. <laughs> Misschien wel, Misschien ja, Joost en ik hebben, denk ik, jaar 6 zes of zo... schuiftrombonnen gespeeld in uh, de fanfare Sint Clemens... in Aarsgenhout. en op een of andere manier, volgens mij, was het mijn moeder... Het knippen eruit. Nee, wij knippen nooit, nee. hoor. Ga door. Nee, mijn moeder, volgens mij, met, uh, met de vooropkomstdag of zo... Weet je, die had er iets van gezegd of zo. Of, ik weet niet precies... Het was in elk geval uitgekomen, hè. Dus Henk, de kleine blonde dood... wist uh, dat uh, de Corsair's Tuinman... Uh, op best hoog een niveau, hè? jarenlang schrijftoebon had gespeeld, daar komt hij. Dus, maar de kleine blonde dood was zelf een trompetist en een bekwame trompetist. Hij kon het echt heel goed. En, maar weet je, vanuit oud militair gebruik, wat gebeurt er met reveille? Dat, hè? Dus Ik weet. Ja, 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 En appel en ja, die... Ja, ik ben mijn naam. Hoe het? Fuck, weet het nou? maar niet verleid. Maar dat doe je op een, een koorhoen of, of een klaroen of een koorhoen en weet je zo, een jachthoorn, zeg maar. Dat is zo'n lang ding, zo. Dan, ja, dan heb je zo, ja. zeg maar. Ja. -da -da -da. Alleen, dat is een heel klein mondstuk. En dat is moet mooie, weet je, ambusje, Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nee, alleen, schuiftrombonen is een groot mondstuk. Dus, dat is anders. Dus, maar dat wist hij. Dus op die, op die jachthoorn of die klaroen... Volgens mij was het een klaroen. Weet je, kon ik helemaal niks. Dus, dat is gewoon een, een, zieke, een zieke pauw, een zieke, ja. zie, zieke duif, laten we het daarop houden. Hè. Alleen, maar dat is wat ik zei van, ja, straks hebben we het over, van heb je nou zwaar gehad? Ja, ik kom er jaren later achter dat, met gesprek met anderen in de kroeg, dat ze zeiden van ja, weet je, ga je eens wat je nou? Als er eentje niet zwaar heeft gehad, dan ben jij het misschien wel geweest. Ja, en dus ja. als de rest dan een uurtje kon slapen in het uh, in tentenkamp, uh, daar werd ik door uh, Han... Uh, en, uh, en, uh, onze, uh, de, de medic van de instructiekader, die uh, kon ook, was ook een benadigde... Uh, han van N. Ja, Han van N. Ja. Dat yeah. was ook een benadigde no, yeah. yeah. benadigd, uh, trompetist yeah. En uh, daar kreeg ik les. Dus daar zat ik een uh, uh, paar honderd meter verder, uh, midden in midden nacht om drie uur s'nachts, met je verschoven hoofd, yeah. had ik uh, klaroenles. En het, de, rest, de rest van die lijnen kon natuurlijk allemaal niet, niet pitten. Maar, en dan ochtends vroeg, vroeg moest ik dan. Want ja, iedereen is altijd. Je hebt altijd wachten, hè? dus niet iedereen slaapt tegelijk. Nou, als je dan met z'n dertiende bent en dan heb je altijd één man wachten, weet je, of twee, weet je, dan slaap ik niet zoveel. Maar, maar goed. En je kon er niet in je eentje slapen, weet je, omdat je niet in je eentje kon slapen. Maar we sliepen toen en van die paardendekens, die moest je vouwen. Ja, die groene, dus, groene sminje. Ja, 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 maar die moest je vouwen. Dat had een hele speciale manier. Dus je kon er niet zelf in kruipen. Dus je moest er altijd ingevouwen worden door een ander. Je lag er eigenlijk zo in. Dat is een fucking baby. Dat lijkt je net zo'n rap. Ja ja, 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 Dus je moest je vouwen. Dus je moest altijd ingevouwen worden door, door iemand anders. Maar goed. Je, zo... Ta taco Tacobell uh, maar. Zoiets, ja, ja, ja. ja. En je onderbroekje en zo'n uh, zo stinkende kriebelt Met je mutsdas op. En je tokkel mocht je naar sneeuw leggen. Hé, hey, die tokkel die is. Ja, maar, nee, uh, nee, Nee, maar door, door. Ik, ik was, was kwijt. <laughs> ja, dus. Ik werd dan altijd een minuut of tien van tevoren uh, gewekt, zeg maar. En dan uh, moest ik mijn keuzussen nu aan. Dan moest ik daar bovenop op het heuveltje gaan staan, waar je het trapje naar beneden hebt. En dan moest ik, uh, ja, blazen. Dus ja, dan moest we stop staan. Hè. Weet je, allemaal staan zo snel. Dan heb je die volgens mij vijf kwartieren zit, ja. Je, nou, nou, vijf kwartiertjes, zeven is ook wel erg veel, is dus bijna ja, twee ja, uur. Man. Ja, vijf kwartiertjes. Ja, ja. geloof ik. Nou ja, al weg, twee mee ja. meegedaan. En dan moest ik, uh, uh, wat is dat nou, appel of zo, blazen, zeg maar. Dus er stond <laughs> iedereen op linie, zeg maar. En dan, weet je, dan kwam de instructeur straan en dan moest ik dat. dat ja, dat is hem. <lacht> ja. <lacht> ja, dat is hem. <laughs> ja. Daar heb ik nog een mooi verhaal over. Dus dan moest ik dat, dat dingetje uh, blazen, zeg maar. Alleen het, dat klonk zo ziekelijk, en dan, want dan is het super koud weet je. En mijn mondstuk moet warm zijn, weet je. Je moet even... Dan, <middels> <middels> dan stond hij er in huis en echt, ja, want, maar Henk nam dat best wel serieus, hè? Hij is natuurlijk een grote joke, maar vond wel van ja, weet je, dit hoort erbij, dus dat vind ik belangrijk, weet je. En het minst, minste ja, wat je joh. kunt doen is heb, dus respect hebben voor uh, dit hele ding. Ja, ja precies. <laughs> dit is zo erg, kijk, dit is allemaal. Shit. Ik, uh, dit is herkenbaar. Ik, uh, ik, ik zal dadelijk kort houden. Vertel door. Ik heb ook zoiets belachelijks meegedaan. Ja. Dus uh, maar ja, weet je, ik had dat ding altijd bij je, je berghuisrugzak. En dan was je tactische oefening en dat is alles gekomen. Wacht even, dat, dat standaard, was standaard. Ik, ik, ik had het ding Ik heb het ding 14 weken om rugzak gehad. Nou, misschien niet de eindoefening. Ja, misschien. Nee. Minimaal 10 weken om rugzak gehad. En de biesbos, onder in de grond, alles. Dus, maar, maar als je klaroen. Ja, 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 ja dat Ja. ja. Ik heb het ding nog uh, op moeten duiken in de biesbos als hij in het water was gevallen. Ja, heb je er geen uh, soort van wapennummer op moeten Een serie-nummer op moeten Nee, zetten, dat is veel erger. Maar weet je, dus ja, ook in het bos, weet je. Een boom mee, op je bek. En, dus, dus op een gegeven moment kwam Henk, de kleine bol rood. Die kwam me aanlopen. Hij zegt, en, uh, hey man, hier komen Dus is man. Uh, en ik zag gewoon echt dat hij echt zwaar teleurgesteld was. we Gewoon bij de verdrieting. Hij bij de tranen zoren. Hij, hey, godverdomme. Kijk, zo op zijn rugzak. Wat is er met mijn klaroen gebeurd? En het was ook zijn eigen. Die had hij zelf in zijn eigen collectie gepakt. Nou, kunnen we eens een keer die foto erop doen? Die, die, die met van die klaroen? Ja, ja. Hier? Nou, zie je dat de buitenkant bij, die, bij de, de toeter, zeg maar, dat het rond is? Ja. Nou ja, die boven- en onderkant was helemaal vierkant omgevouwen. Dus het hele ding was ja. omgevouwen. Ja. <laughs> <laughs> Ik zie je in... nu ook staan met een muts op. Ja, <laughs> Ja, het lijkt wel op, ja. Al die cursisten lachen, weet je. Ja, maar op een gegeven moment vonden ze het ook niet meer leuk. Want ze, nee. ze sliepen er gewoon slecht van. Uh, maar goed, dus uh, ik ben terug. Gelukkig, mijn moeder kende nog iemand. Uh, die wilde dat al wel voor niks doen. Dat hele ding gereviseerd in het weekend. Ik weer terug. Uh. Oh, shit, jongen. Niet ja, je, je, zei, je zei dat je nog, nog een uh, nog verhaal had daarover. Of hebben we hebben die al gehad? Nou, nee, zo was het. Dat. Zo, zo, zo. Ik wil die behouden. Dit is, dit is zo herkenbaar. Ik zei net voor de podcast, toch, mijn. Uh, ja, mijn vader was artiest, maar die was ook producer, tekst en uh, uh, tekstschrijver voor de Alpenzusjes, de Jodelende, ja, 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 ja de Jodelende Meiden met Cup, uh, Cup e, uh, Cup EF. Ja. Dus uh, maar ik zat in de opleiding. Ik weet niet of je hem kent, hij, is, uh, hij zat niet in mijn peloton. Want Willem Landman is echt ja, een, ja. een van mijn, echt een van mijn helden. Ja. En uh, hoe heet het? Mijn, mijn tante of mijn vader die had een fucking kaartje gestuurd met de Alpenzusjes erop. Ik zit fucking in een luchtmobiele opleiding. Dat doe, je, dat doe je toch niet? Dus die kaart, dat was een kaart die zat niet in een envelop. Dus die konden, die instructeurs, die zagen dat. Wat de, ja, dit zijn de, oude, de nieuwe Alpenzusjes. Dit zijn. Uh... Oh, dit zijn echte. Ja, 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 ja. 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 Dus uh, moest je dit nou laten zien, nou ja. Waarom nou? Dus dit is al erg genoeg dat ik dit, dit vertel. Maar dus blijkt dus dat dat ergens Willem Landman een soort van familie erbij had. En, maar die wist dus ook dat mijn pa de jodelende cowboy was. Jodel Jerry van vroeger. Jodel Jerry. Dus wat dacht je wat ik, uh, wat ik kon, kon. Ik zei al, ik uh, ja, ken ik, ik, ik die jodelen hoor. Ik kan, ik, ik kan echt niet jodelen. Dus dit, ja, voor je het wist kon ik, kon ik daar gaan jodelen. Maar goed, ik was gewoon, ik was gewoon echt een noep. Uh, Noep Gijs. Want als je, als je van de Molenberg komt, dan heb je twee keuzes. Je wordt of, of nachtapotheker, ja. of je gaat naar de fancy. Ja. Ik weet, vergeet nooit meer dat, ze, dat ze bij mijn uh, beretuitreiking dat die instructeurs naar mijn pa toe gingen. En dat ze zeiden van, uh, ja, meneer, uh, meneer Van Gelswijk, gewoon echt alles serieus was. Dit was gewoon serieus. Gewoon echt alles eraan gedaan om hem uh, eruit te krijgen. Maar uh, ja, hij is gek of zo. Ja, ja. ja serieus. Ja. Dus, maar gelukkig uh, kwam ik daarna. Uh, bij een goede, goede eenheid en is het alsnog uh, oh, nee, nog goed gekomen. Je, in de, de commandopleiding heb ik zelf de uh, mindset hoor. Ik had altijd zoiets van weet je, ook al weet je, als we hem hier weg willen krijgen, dan moeten we echt met een stuk hout moeten we wegslaan. Weet ja. je, als Henk tegen mij zou ze zeggen ja. van uh, Tuinman, uh, je bent klaar, je hoeft volgende week niet meer te komen. Ik sta er zondag gewoon weer hoor. Ik sta er gewoon weer onder de, onder de, de vlaggenmassa en ik uh, stap gewoon en als ik niet in de viertonnen mag instappen, dan loop ja. ik gewoon. Ik ga gewoon niet tent leggen, want dat bedje is toch wel vrij. Ja je, je, ja, je moet door. Ja, nee, maar ze, ze moeten me hier wegslaan, weet je. Ja. Er ja. is nooit een haar op mijn hoofd geweest. Iedereen ja. heeft gedacht om, weet je, te stoppen of iets, weet je. Ja, nee. ja we, we, wij praten nu verstaanbaar, tenminste ja, ja, jij meer dan ik. Maar uh, ik was als, als Limburger was ik wel, wel de shaak, hoor. En uh, dat merkt hij gewoon. Ik was nog net geen discriminatie of zo. Maar je merkte gewoon alle Limburgers. Ja, oké. Okay, op een gegeven moment was ik de hey, laatste. Je de, daar, de Limburgse jagers Nee, daarna ging ik naar de Limburgse oh, jagers. Ja. Maar alle Limbo's moesten, moesten eruit. Want die zijn dom. <laughs> dus de, op een gegeven moment maar was Maar Limburg is een hele trouwe uh, defensiekameraad. Ja, weet ik. Ja. En, uh, ook een slimme, slimme provincie, geloof slim. ik. Op één na slimste provincie na Drenthe. Ja, nee, die, maar ze zeiden die die de gewoon... moet je wel, hè? Ja, ja, precies. Ja, als je altijd onder de grond moet, de grond moet werken. Ja, dan moet je maar slim zijn boven de grond. Ja, precies. Want je, onder de grond is het gewoon graven. Van daar komt het graven vandaan. Kijk. Graven, Van die fucking mijnen hier. Daarom, graven, dat zit in. je Graven in je, je bek houden. Hoeveel, ja, hoe, hoeveel heb je denk je wel niet, niet moeten graven, man? Mooi, wow, niet, volgens mij. jaartje of twee. Nee, maar dat is. Op een gegeven moment word je, denk ik, zelfs daar word je gewoon handig in. je gewoon geconditioneerd graven. Dat is ook zo. Maar als je hem gewoon ja. vaak doet, repetitions. Ja, want nee, ik moest. Als ik, ik moest zo lachen toen je. En dat was zo herkenbaar. Want ja, we hebben echt. Echt voor de podcast hebben we ook. Allebei nog gepodcast, hadden lol. Toen was je aan het vertellen van als je een put ging graven, mm. hoe, hoe dat gaat, weet je. En dat herken, was voor mij herkenbaar, want ik heb de Combat Patrol Leaders' Scores gehad. En dat was ook die, die bladeren eerst eraf. Harken met je vingers. Juist. En daar geen handschoenen aan, want dan voel je het niet. Je moet ja. voelen wanneer je de, de, de camouflage hebt, de takjes in de blaadjes, om neer de humus in gaat. Ja. En de humus moet je niet meenemen, want de camouflage allemaal op de hoop leggen. Dan met je vingers en de humus dat proberen los te trekken en dan hier het zwarte zand, daar het grijze zand, daar het gele zand. Ja. Boom. Ja. Schoonmaken met je zand. tandenborstel, zand ja, ja, ja. en dan alles weer terugleggen, Camoufleren. Kamuf, ja. 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 En dan ook nog eens, ik vergeet nooit meer die opleiding. Dat, dat was echt zwaar. Dus toen was ik ook echt blij. Dat, toen wist ik ook waarom ik nooit commando uh, wilde worden. Maar ik sowieso die eerste dag hadden ze mij de opleiding uitgeschopt. De dat, dat, dat ik zeker ik dat Dan ga jij me ergens anders, Joden. <laughs> dus nee, ik ben echt geen commandomateriaal. Maar uh, hoe heet het? Maar, maar die cursus daar, dat, ik heb daar wel echt, echt, echt super, super veel geleerd. En ook, uh, ik had, wat ik ook leerde, is dat je dan de rugzak zo zwaar is: dat ik gewoon op de grond moest liggen, ja. vastmaken en omhoog getrokken moest worden. Maar je kunt ook en, omdraaien buiken buik en dan... Wat ik al zei, ik, was, ik ben geen, uh, geen commandomateriaal. Maar die daar heb ik wel echt... Uh, dat was een pittige opleiding. Maar ik heb er nooit zoveel geleerd als in die drie weken, man. Ja, geleerd. Ja. Dingen geleerd of over jezelf? Nee, weet. rakker gele... Ook over mezelf. Ja. Het, het rakkeren had ik nog nooit van gehoord. Maar dat was voor mij handig. Omdat ik pioniers verkennen in de achtergrond. Richting afstand, die controlepunt. Dat, ja. dat, dat ging echt een wereld voor me open. Dat ik zeg zo, dat is makkelijk navigeren. Ja. Waarom doet niet, niet iedereen dit? Maar iedereen doet het, hè? In de bergen, en de Alpen. Ja. Als ik een toeskier ben, maar dan doet iedereen het. Ja, maar dat. dat... Alleen, we, zijn wel, zijn we vroeg het even niet anders. Sommige van die dingetjes zijn we verleerd. Ja, ja, ja. Daarom, zeg, ik... is, ja. daarom is het handig dat jij geen internet hebt. Dat jij niet. Dat jij niet. <laughs> ik ben wel digitaal? Ja, 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 ja. Je bent een beetje zoals de Matrix. Shit bij jou gewoon in je brain uploaden. <laughs> nou, ja, weet ik nee. Niet. Hey, laten we eens. Uh, la ik, wil, ik wil langzaam toch ook. Uh, Bent niet van niet, je bent niet bent, vernietigd. Je bent trager van de militaire, militaire Willemsorde. Nee. Um, ja, daar, daar is wel voor wat uh, gebeurd. Je bent, um, correct me if I'm wrong, na je ACO ben je dus uh, ploegcommandant geworden. Ja. En toen, heb je, toen ben je ook gelijk uitgezonden. Je was je eerste missie Afghanistan. Kan dat kloppen? In Kabul? Ja, ISAF, ja. ISAF. ISAF uh, ja, klopt. Ja, Kabul. Was dat, was dat uh, JTAG? Nee, nee nee, toen was ik gewoon uh, ploegcommandant. Ploegcommandant. Ja daarna in uh, 2005 uh, ben ik ook uh, als uh, ploegcommandant in als uh, voor de controle JTAG uh, Portugal. Ja. Voor wat air air, con, uh, air Ja die, die dingetjes kun je wel uh, erbij pakken. Daar had ik die linkjes uh, van gepakt. Wat de, de, de kunnen mensen, dan kunnen we dat een beetje laten zien. De wat voor air die wordt eigenlijk ingezet. Jij doet uh, je. je ja, ze vertelt je vertelt dan straalt de vliegtuigen helies aan. Nou, het is eigenlijk, ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met grond-luchtcommunicatie. Ja. Coördinatie en aansturing. Dus uh, als uh, de, de man op de grond, als de geeft, dan ben je altijd in controle. Dus je hebt uh, de autoriteit. En dan alles wat uh, vliegt eigenlijk, uh, wat jou ondersteunt in jouw missie. Dus of het nou uh, helikopters zijn. Uh, Fixed wing, rotary wing. Ja, vliegtuigen. Ja. Of uh, drones, uh, predators, uh, reapers, dat soort dingen. Uh, helikopters, uh, of het nou uh, gaat over uh, het, uh, het inkolen uh, van uh, uh, targets, uh, dus uh, bommen of uh, iets dergelijks, of uh, um, uh, aerial resupply, uh, dus dat je met parachutes bevoorraad wordt of helikopters ja. die je om ondersteunen. Dus iets van medivacs, dat is niet allemaal. Ja. Eigenlijk alles wat te maken heeft met de land-lucht integratie. Ja, coolbloedige uh, cool leider. Ja, Moet cool. je me even uitzoomen, dan leid ik... Uh... Even inzoomen. In, het, inzoomen. Ja. het is mooi in het bekijken, Gijs. <laughs> ja. Even kijken. Ja, dat je bij uh, bij Het doel is uh, om de omgeving bij, van de Taliban uh, vast te stellen. Mm -hmm. uh, jullie beginnen be, van het begin van een vijandelijke waarneming. Ja, deze actie. Kun je mij uh, daarin uh, in meenemen? Vertellen wat je daar nog over weet. Of, of <laughs> gooi ik hem nou? Uh, Boy, uh, ja. Is dat je je ploegen ont ontplooit aan beide zijden van, uh, van de rivier? Ja, klopt. Uh, We kijken, uh, dat was al een uh, hele tijd homeless. En dan ja. is een, uh, een Amerikaans soft team helemaal bovenin. Die al, uh, volgens mij, al uh, drie maanden of zo uh, niet meer in contact stonden met de rest van de wereld. Alleen maar bevoorraad konden worden met, uh, wat ik zei van die aerial resupplies. Mm -hmm. Wat dus houdt het in een Amerikaans soft team? Nou, dat zijn twaalf, twaalf, uh, twaalf kills meestal. Mm -hmm. Ja, eigenlijk altijd wel kills. En uh, die hebben uh, nog een, uh, een Afghaanse partner-eenheid erbij. Hè? Dus een soort politie. Ja. En dat is een man of 30 Afghanen of zo. Die zitten dan uh, gewoon op een uh, ja, weet je, compound, een stuk grond met hmm. een paar huisjes erop en hekt eromheen. En die, die werden elke dag belaagd met raketten, motieren en dat soort uh, ellende. Een beetje een soort Coringal Valley in het klein. Nou, nah, serieus, Coringal Valley. En uh. in, uh, in uh, 2006 was er hetzelfde aan de hand. En er was zelf niet bij, een collega van me met uh, met uh, uh, Task Force Fiber, ja en uh, toen resum m Daisy Chain. Dus een uh, hele hoop uh, van die IDs om elkaar ge gelinkt en dat is er een uh, National Geographic reportage over gemaakt. Die ja. waren er toen ook bij, we is al opgeblazen. En nu draait er weer met hetzelfde te gebeuren, gewoon helemaal afgesloten van uh, van de werkelijkheid. Al uh, twee of drie gewonden, die waren er al uit ze dus waren met een paar man over. Nou, mm -hmm. Weet je, dan heb je het over een ACO, dus 14 weken hè? en dan met z'n 12 en dan uh, weinig slapen en dan mag je af en toe op het klahoen blazen. Maar je hebt altijd een vangnet, want als het echt niet goed gaat, kunnen we naar het ziekenhuis. Je kunt altijd nog uitstappen. Nou, hier is het weinig uitstappen, hè? weet je. Uh, het is niet, je hebt geen andere keus. Er is geen vangnet als het misgaat, mm -hmm. weet je, dan vertel je niet meer na. Dus uh, en, nou, sowieso, binnen soft zijn we een echte uh, gemeenschap, ja, dat is ook internationaal. Dus uh, nou ja, die, uh, die route, zeg maar, er naartoe, die moest uh, gewoon openkomen. Dus dat hebben we gedaan. Okay. Dus dat betekent dat eigenlijk uh, die vallei, zeg maar, uh, weer uh, ja, vrijgemaakt moest worden. En die is dan en, en dan zeg maar de, 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 de route. Maar dat, dan, hebben we niet, of dan hebben we het over de route die ook door gewoon door de burgers uh, uh, gebruikt kunnen worden. Of hebben we het dan alleen over militaire aanvoerroutes? Nee, nee, nee. Alles, groep, is gewoon... alles gewoon de route aan zich. Ja. Goed, ja, precies. Maar het is dus een vrij ruig landschap. Ja, ja, ja. dat is dus maar één manier om daar te komen. Dat is door die vallei heen. Ja, en ook met een voertuig. Want dan kun je ze een beetje bevoorraden. Ja. Dus uh, dat. Damn. Veel, uh, veel, veel vuurcontact uh, gehad. Ja, goede hindlaag. Ja. ja. Dus uh, Kevin van der Ruit ook uiteindelijk uh, hebben ja. Omgekomen. ja. Dat is, dat is dus dat is die actie dat jij op een gegeven moment ook besluit om, om, uh, om, om terug te gaan, toch? Zelf, ja. uh, zelf naar voren te gaan, hè? Ja, kijk, ik zat zelf met uh, nog, even kijken, vier andere. Wij zaten nog een kilometer voor de rest. Ja. Dus we zaten, zeg maar, ja, naar voorbij de, de rand, zeg maar. Hè. Misschien de foto kunnen we wel zien. Ja. Ja, je hebt een zo'n uh, zo bergwand. En wij zetten dan nog eens een keer, ja, ik, ja, daar zie je het, helemaal voorin. Ja. Daar zo, ja. Dus, eh... Uh, dat eigenlijk? Ja, nee, dat is de, de, de vuurbasis, de bovenlijke, de blauwe, of dat zwarte. we zetten helemaal, uh, helemaal, helemaal voorin. Zie je daar al. Dat groene puntje helemaal voorin. Deze daar, hè, waar die ene, ja. waar de ploeg bij zit. En echt, de, het rood zijn echt is gewoon echt taliban, uh, taliban, ja, uh, ja, vijandelijk, van de ja. vijandelijke uh, Vuur, Vuurzak, hele... vuurzak noemen ze dat, hè? Ja. Dus van verschillende, dat is hinderlaag. Ja. Dus aan de andere kant ook. En uh, Die zetten we meer rest op je uitveld. Ja. Voor jou, ja, sommige dingen. De, uh, hoe heet het? dat? Ja, daar kun je natuurlijk niet voor trainen. Je hebt wel uh, skills en uh, drills binnen een uh, overzicht. Maar dat, ik vraag dat omdat voor de podcast hebben we het ook een beetje erover gehad. Iedereen zegt altijd: tegen Ja, Gijs doet alles vanuit het zadel. Voelt, uh, voelt hij zich lekker bij? Ja, ik herken dat ook. Was je. Klinkt misschien uh, heel rek, uh, gek. Ja, met dat soort acties. Ik heb het niet speciaal over deze acties. Ben je dan, hoe gek het misschien klinkt, Gijs, in je element? Ja, ja zeker weten. Ja. Het ja. is dus niet dat je naar nou op zoek bent. Mm, maar, dus je nee. Hebt, ja, je, hebt niet, je kiest er niet zelf. Ja, het geldt natuurlijk wel. Nee, maar... ja, 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 je kiest je route waar je loopt, uh, dat soort dingen. En ja. zelfs dat misschien niet meer, als je op een gegeven moment een bepaalde ja. kant op wordt, uh, wordt ja. gedwongen. Dus nee, nee, maar dan... dan uh... Ja, maar dingen worden wel heel duidelijk. Ja, voor mij uh, is alles... Uh, de situatie situaties, uh, slow motion, uh, alle dingen die niet relevant zijn, zijn weg. Het is alsof je in een soort glazen bol kijkt. En uh, ja, weet je, ik, ik ben nooit, ik heb nooit een situatie meegemaakt... dat ik dacht van, hé, hey, wat zouden we moeten doen? Of uh, ik weet niet wat ik moet doen. Nee, ik heb mm -hmm. altijd een aantal mogelijke opties. En voor mij is het altijd heel duidelijk. Het is creëer orde in de wanorde. Dus uh, zorg dat je voor het, de teams heel mm -hmm. duidelijk de situatie schetst. Oké, okay, dit is er aan de hand. Weet je, uh, oké, okay, de, de opdracht die we hebben, die, uh, weet je, die staat nog voorop. Of, en als het niet zo is, oké, okay, dan is dit is nu uh, de doelstelling. En uh, de volgende stap voor mij is altijd, weet je, uh, beweging inzetten. Dus dat betekent niet altijd heel veel praten. Ja, we komen dan een uur aan de telefoon, en uh, de radio. En de, jij moet dit doen, dat doen. Ik zeg nooit, jij moet dit doen. In dat is een situatie, als er ge geen, geen dynamiek, geen activiteit is, of weet je, uh, mm -hmm. uh, uh, dat het stilstaat, dan onderneem ik zelf de eerste actie. Ja, het dus initiatief houden. Ja, follow me. En dan zet je de beweging in. Ja. Oké, okay, dit is de doelstelling. Weet je, daar willen we heen. hier hier en hierom. En dan uh, kun je een stapje terugnemen, overzicht bouwen en weer een andere keuze maken. Ja, maar in jouw geval, jij, jij, uh, jij kan ook zo optreden, want uh, de operators zijn gewoon, ja, ver very skilled guys. Ja, dus, nee, nee, wat ik wil aangeven, het verschil is als ik dat als infanteriebaasje zou doen en ergens... Ik kan dat ook. Ja, ja, weet ik. Als ik zeg follow me hier op die flank, dan is er toch iets meer uitleg nodig, zeg maar, om daarna uh, voorwaarts te gaan, denk ik, dan met een, een, een special forces club. Ik ja, weet ik niet of dat zo is. Ja, ik denk het uh, ik denk wel. Het is voor de, iedere club natuurlijk ja. anders. Ah, maar kijk, wat, ik... belangrijk, wat belangrijk is, is dat je, je moet je voorwerk hebben gedaan, dus je moet je ja. trainingen aan de voorkant hebben, ja. hebben gedaan. Ik heb het heel vaak over van, uh, weet je, ik, ik ben niet zo van doctrine, hè, of mm -hmm. van... Weet je, uh, basisgevechtstechnieken, dingen die je, uh, als dit gebeurt, dan moet je dat doen. De mm. gelegenheidsaanval, maar waar ik wel van ben, is dat je in de voorbereiding dat heel veel moet trainen. Dus je hebt een plan nodig om af te kunnen wijken van je plan. Want als je niks hebt, dan duurt het heel lang. Want dan moet je namelijk een plan gaan maken, moet je gaan uitleggen wat je bedoelt. Dus snap je? Dus, nou ja. ik, heb, ik gebruik best wel vaak, maak gebruik van blauwdrukken. Dus mm. bepaalde. Ja, nee, BGT zijn, in bepaalde uh, situaties, settings zeg maar. Mm -hmm. Organisaties of activiteiten. Of bepaal, uh, misschien wel een soort BGT. Maar dan is dat van: hé, hey, weet je, uh, Team Black. En Team Black is altijd het team wat achterblijft. En met de helikopter, hè, een soort aanvalselement is. Oké, okay, uh, Team Black, oké. Okay, zijn uh, dus niet het aanvalselement, maar nu bedekkingselement. Dat is voor iedereen duidelijk. Dus ja. je, je zegt: in plaats van dat je iemand uitlegt wat ze moeten doen, zeg je wat ze niet moeten doen. Nu moet je niet dit doen. En dan weet iedereen wat ze moeten doen. Ja, ja. Omdat je heel veel dat hebt geoefend. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker. En dat zijn van die. Ja, weet je, dus. Je kan, je kan pas ergens van. Je kan pas adoptief worden. Je kan pas. Uh, weet je, buiten de box gaan werken. Als je met z'n allen ja. wel heel duidelijk is wat de box is. Dat is net precies waar we het net over hadden. Van jouw box, mijn box, de box maar je moet eerst elkaar verkennen van wat is het dan, waar hebben we het dan over? Dan zeg je, oké, nu gaan we out of the box werken. Dan weet je, oh, de buur je dat. Nee, nu je, oh man, nu je er zo over praat. Ik ga er re ik ga Defensie verlaten. Maar er komt bij mij binnen, kwam binnen tijdens je gesprek hoe mooi ons vak is. Is het ook? Ik had hier helemaal niet meer over nagedacht. Ik ben stilgestaan. Weet je, je moet burger worden. Je gaat met andere dingen doen. Ja. Dit was voor het eerst mo het moment dat ik thuis zit. Dat ik weer. Uh, fuck, ik heb mooi werk gedaan. We doen mooi werk. Ja. Gaaf! Is is zo. Godverdomme. Ja. <laughs> ja, Oké, <okay>, einde poesie. <laughs> dus bro, uh, bro, gaan we door uh, naar, de, naar de tweede actie. Ik wil, ik wil hier gewoon even zo doorheen. Het, li het liefste wil ik praten zoals we in het begin praten. Maar ik wil gewoon. Even er doorheen, uh, Gijs. Verra Verrassing is je veiligheid. Je moet hem echt even opblazen, bro. Want ik... Uh... Juist. Nou, de af op, uh, deze operatie speelt zich af voor de... Deze ga ik ook als, zeg maar, alleen met audio... Uh, ja. Op, 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 op uh, wat is het? Uh, Soundcloud zetten. Want ik ga later op van de Spotify. Vandaar dat ik het even inleid. Ja. Nou, deze operatie speelt zich af in een vallei in Zuid-Afghanistan. Task Force 55 treedt deze dag gezamenlijk op met buitenlandse special forces. Het vermoeden bestaat dat zich in een dorp high-value individuals uh, ophouden, belangrijke key players vanuit de Taliban uh, kant of ja, uh, yeah. uh, uh, en dat in het uh, dorp is een oplaag, uh, opslagplaats voor uh, improvised explosive device componenten. Uh, de eenheid krijgt de opdracht, jouw eenheid, om bij uh, daglicht het oord te gaan zuiveren. Wow, om zoveel, om zoveel mogelijk verdachte personen en illegaal materieel uh, op te sporen. Op de dag voor, uh, voorafgaande aan de operatie hebben de inwoners een ISAF-helikopter met fotoapparatuur zien cirkelen. Ze zijn dus op hun hoede en mogelijk zijn de belangrijkste high-value high, uh, individuals al vertrokken of ze breiden een hinderlaag voor. Oké, okay. dat, uh, dat was de inleiding. Kun je me in vogelvlucht door deze actie uh, praten of is dat, is, is dat lastig om dat terug te halen? Dus nee, nee, maar ik vind het makkelijker om, als jij vragen stelt, dan vind uh, ik ja. zin. Ja, wat, oké. Okay. Oké, okay. nee, nee, is goed, uh, dankjewel. Dat is, uh, ja, 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 dat is dan uh, de open vragen en <laughs> de gesloten uh, vragen. Wat maakte voor jou, uh, wat, was, wat was de moeilijkheidsgraad in deze actie, Gijs? Wat was... Oh, gewoon een hele hoop uh, bewegende elementen tegelijkertijd, dus met helikopters, uh, weet je, uh, proberen zo lang mogelijk uit het geluids, uh, Signatuur te blijven, uh, Weet je, en de truc hier zo was... Er was al een aantal keren wat op gebeurd, zeg maar. Hè. Ja, en de truc pak hem maar anders gewoon naar je toe, sorry. Ja. Ja. En de truc hier zo was eigenlijk uh, dat... Nou, wat je vaak doet, is een cordon en search, Dus je landt aan uh, de zijkanten van het dorp... en dan sluit je eigenlijk alles af. En dan, weet je, daarna uh, zoek je wie de wie slechtere zijn. Alleen wat je eigenlijk doet, is de bevolking en de, Je vergrendelt het dorp, ja. ja dus een cordon, ja, een soort ja, ja, ja. ja. Je sluit het af. Voor de, voor de burgers. Ja, en daarna zoek je het. <laughs> ja. Maar wat je eigenlijk doet, is dat je de, de, de Taliban en de burgers bij elkaar opsluit. Zo bedoel? Ja, maar... Ja, en dat maakt het helemaal lastig en, en dat soort dingen. Dus, maar dat is wel, de, dat is wel de, de procedure, zeg maar. Dus hier hebben we helemaal omgedraaid. Dus je zegt, nou we doen het andersom. We landen met de helikopters in het midden van het dorp op de bazaar. En uh, we hebben heel veel filmpjes gekeken en heel veel onderzoek gedaan van oké, okay, hoe gedraagt dat, dat Taliban-leiderschap, hoe mm -hmm. gedraagt zich dat nou op het moment dat je met Isaf troepen ergens komt, zeg maar. Dus heel ja. veel filmpjes gekeken vanuit de lucht, hoe ze zich uh, verplaatsen, hoe ze zich gedragen, wat de reacties zijn. Mm -hmm. En dat hebben wij gebruikt om uh, met helikopters direct op de bazaar, midden van het dorp, uh, eigenlijk uh, te landen en van aan te leiden ook daadwerkelijk aan te houden. Oké, okay, dat ja, dat precies omgekeerd. Ja, ja, precies. Maar van, daar is ook een daar is ook een animatiefilmpje van, geloof ik. Dat kan goed, ja. Maar wat jij nou, dit zullen we die eens erbij pakken. Maar nu twijfel ik een beetje of hele nee, animatiefilmpje is iets anders. Is iets anders, ja, ja, ja. ja. Dus dit is wat animatiefilmpje is ook, geloof ik. Van, van hebben ze het ook over? Een... Gaat ook over helikopters, andere, ja. Andere plek en uh, ander moment. Ja, dan ik heb ik heb hem, ik heb hem straks uh, kan okay. erbij staan. Ja, dankjewel. En... En die actie is zonder casualties of gewonden, of uh, is gewoon super gegaan, deze. Het is wel goed, ja. Dat ja, 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 ja. klopt. En, um, maar wat je ziet, is dat gewoon, je hebt een hele hoop verschillende elementen die tegelijkertijd een tijd en een plaats hun ding, het effect mm -hmm. neer moeten leggen, zeg maar. <clears throat> En uh, als je met z'n allen in de lucht zit met uh, Apaches, met Chinook-helikopters, met uh, uh, bemande vliegtuigen, met een, uh, een Compass Call, dus wel een ander vliegtuig wat uh, allerlei elektromagnetische ellende kan organiseren, zeg maar. Mm. Op het moment dat je opstijgt, dan kun je dat niet meer coördineren, want dan zit de ene zit onder, de, onder de, de line of sight, dus kun je niet meer, meer communiceren, dan moet, dus je moet het allemaal aan de voorkant goed uitgedacht hebben en uitgeplozen hebben. Dus de grap is, is als een operatie heel vloeiend en vlekkeloos verloopt, dan lijkt het eigenlijk heel eenvoudig. Ik zeg, oh ja, weet je, uh, dit uh, was een, uh, een ding van twee minuten. Bijvoorbeeld. He, tot we aan de grond stonden. Ja, dat klopt. Maar met dit soort dingen, en dat gaat die laatste actie die je uh, de filmpje hebt, mm -hmm. daar gaat er ook over, is die hele actie duurde. Die laatste actie duurde iets van acht minuten of zo. Maar de truc is, er zit jaren van trainen, voorbereiding en werk in. Dus elke minuut of half minuut die je eraf vanaf wil ja. hebben, kost je heel veel tijd aan de voorkant. Zijn we geloofd? Ja. Dus die actie doen in een half uur is niet zo heel lastig. Maar die actie doen in acht minuten en hetzelfde rendement of effect resulteren, dat is wel lastig, <coughs> omdat je dan om elkaar ingespeeld moet zijn en dat soort dingen dus meer. Ja. Ja, die, al, alles eigenlijk... Uh, het, het is een actie die... Uh, eigenlijk stiekem al getraind hebt doordat je heel veel training en ervaring hebt, maar dat hoeft niet per se die actie te zijn. Ja, en het werkt precies omgekeerd. Dus hoe meer ja. tijd je dan de kan steken, hoe minder tijd je het kost om mensen je het doet. Snap je wel? Ja, ja, ja. ja. <coughs> ik vind het zo fucking gaaf. Ja, ik ben een noob, man. Ik vind het vet om, de, om dit te horen, weet je. Dus ja. uh, ik vind dat, ik vind het super interessant, uh, Gijs. Maar kijk, voor de mensen die de podcast kijken, ik, uh, ja, ik, ik kijk er. Ook, ook anders na. Dus ik, vanuit die positie stel ik misschien de vragen. Ik stel misschien niet de vragen die jullie willen horen. Maar ja, sorry. Uh, ik, ja, Ik doe dat vanuit mijn. Uh, de dingen die ik tof, ja. tof vind. En die, uh, ja, die ik interessant vind. Die uh, vragen gewoon. Ja, dat houden het gewoon. Uh, natuurlijk. Pak die uh, volgende actie erbij. Dan zie je, zo gaan we lekker doorheen. Kort. Precies. Kort, bonder. Is het uh, lastig, uh, Gijs, om hier uh, inmiddels. Ik kan me voorstellen dat je overal. TV, radio. Uh, nee, maar praten praat er nooit over. Ja, optredens hebben. Nee, dat je dan die vragen, dan, net zoals nu met de podcast, dan, dat dat dan terugkomt. Nee, dat nee, nee helemaal niet. Nee, nee, maar kijk, het uh, ja, klinkt misschien al heel hard. Maar ik vind de actie niet zo heel belangrijk. Nee. Wat is, nou wat wat is wel belangrijk? <laughs> dat weet <vind> ik niet. <laughs> ja. uh, een beetje wind, morgen kaartservice. Maar... <laughs> ja, okay. ja daar gaan we straks naartoe rustig. Want uh, dat da 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 is een. Uh, ah, dat is een gave brug, jongen, over extreme dingen. Wat is iets wat je broer zegt. Next actie. Daar uh, zijn waar je beslissend uh, kunt zijn. Le uh. Ja, precies. Maar daar heb ik een beetje over gehad. Het ja. ging bijvoorbeeld over, uh, over Jeroen. Hè? Over die, uh, die voorwaarden, controles en die J-Hacks. Dat zie je hier ook terug. <clears throat> ik geloof ook dat je als leidinggevende is, Maar als commandant of leidinggevende of manager. Weet je, het enige, enige wat je kunt doen. is, is ja. ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden creëren zodat anderen kunnen excelleren. Ja. Weet je, en als anderen kunnen excelleren, dan kun jij ook excelleren. Kun je ook iets toevoegen? Dus ja. je, je bent eigenlijk continu bezig met. Uh, ja, weet je, daar, je moet daar zijn waar je beslissend kunt zijn. Precies. En de ene keer is het achterin en coördinatie. En som, maar soms is het ook best wel vaak voorin. Weet je, dus niet alleen omdat het de rest kan zien van, weet je, ik uh, neem ook risico. Want ik zou zeggen, het technisch nemen van risico, weet je, daar wordt niemand beter van. Nee, 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 nou, eens, ik, snap, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ik werd er bijvoorbeeld het gek van in. Uh, als we met de trainingen, trainingen waren of voor wat ze waren gaan met zo'n evaluatie. Ja, de groepscommandant, je moet achter je groep blijven. Je moet, uh, ja, in het beste geval en het gunstigste geval, weet je, moet geen risico's lopen. Maar je moet, je moet het over, Juist, je moet het over zich houden. Dan zei ik altijd: hou je back. Ik moet daar zijn in wat jij zegt, waar, waar het nodig is. Nee, en je ja. moet, je moet, weet je, maar ook dat. Hè, je moet ook zorgen dat jij altijd misbaar bent. Weet je, dus als je ja. als je met een groep bent en je hebt een plaatsvervanger, dan moet je zorgen dat je je plaatsvervanger moet gewoon shit hot zijn. Weet je, en als, als jij als eerste, om wat voor reden ook uh, het deurtje binnengaat van het van, van, van object. En uh, weet je, jij legt het loodje, dat, dat je plaatsvanger gewoon door kan gaan. Ja. Want het hele idee dat. En soms heb je die situaties. Dat, dat je uh, vanuit je laatst gedekte opstelling. richting je object ver, ver, uh, verplaatst. dan moet jij tweede, of weet ik wel, derde man of zo zijn. Hè? Ja, dan heb je breeches hmm. Of eigenlijk vierde man. Hè? Je hebt twee breeches, Dan heb je de derde man, de point man. En dan ga jij als als. Uh, wat is het als vierde, eigenlijk, dus als tweede fysiek naar binnen toe. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat is allemaal weet je, dat is wat je in leslokaal doet. Op je trainingsfaciliteit. In de praktijk is het altijd anders. Want er verstapt zich iemand. Of weet je, als je opstaat of je wordt gecompromitteerd, je moet snel eruit of iets dergelijks. Dus dat treintje. Uh, is niet altijd het treintje. Mm -hmm. waar, de volgorde is niet altijd de volgorde waarmee je op het object aankomt. En als je het zo belangrijk vindt, dat je bijvoorbeeld. Weet je, oh nee, je daar ga je dus langzamer verplaatsen. Dan neem je allemaal additioneel risico. Je kunt er beter voor zorgen weet je, dat je inwisselbaar bent. En dat je dat soort dingen kunt doen. En misschien is de inbraak in de Oortrand, zoals je dat bij uh, je ja, 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 ja. gebureau of de infanterie ja. noemt. En dan ben jij de eerste sectie die naar binnen gaat. Weet je, dan is het hele bataljon, de brigade, misschien wel heel Nederland afhankelijk van jouw inbraak in de Oortrand, van jouw groep. Mm -hmm. Weet je, daar ga je ook, ook verdomme voorop, of niet dan? Ja, ik, als het ik, moet. Ja, en dan ik, zeg je, volg mij. Als dat neem, maar als dat de plek is waar je, waar we beslissend kunnen zijn, dan moet ik daar zijn en dan moet ik daar moet ik het overzicht hebben, toch? Ja. Ik kan niet, ik kan niet. Dat, wat, wat daar, wat daar staat, dat klopt gewoon. Je moet, ja, daar, daar zijn waar je beslissend moet zijn. Ja, waar je kunt toevoegen. Ja. ja. Soms zit het voorin, soms zit het achterin. En hey, ja. weet je, soms sta je voor je gevoel op de verkeerde plek en zeg je, hey, weet je, Mario, plaatsvervanger, uh, weet je, regel de shit achter, weet je, en uh, je bent nu de chef, ik ben even hiermee bezig. Weet je, dan gooi je. Dan ben je ik was ook altijd voor de control erbij. En dan gooi je een paar bommen. Of je streeft met uh, Apache's of helikopters, of weet ik wat het is. Een aantal van die objectives. Zodat uh, weet je, de druk uh, van waar geschoten wordt, dat het afneemt. En dan zegt de achteraf die erin. Wow, weet je, gijs. Echt een hele goede beslissing dat, uh, dat je daar bent blijven staan. Dat je Mario even de zaak hebt laten regelen. Die zat op een betere plek had meer overzicht. En by the way, weet je, het was echt even... Het was echt, het verschil gemaakt dat die, uh, die viewposities daar zo van de Taliban eruit lagen. En, mm. en dan zeg je, ja. ja, mijn enige reden dat het was... is omdat ik tegen mijn voertuig zei van... weet je, rij maar een stukje naar achter toe. Ik loop wel. En uh, vervolgens keek ik achter me en toen was het wel heel ver. En toen ik, ja, weet je, ik spring op een andere auto... Uh, uh, ga maar terug, ik spring op een andere auto. Vervolgens kijk ik om me heen. Dan zit ik daar samen met Jeroen, uh, de j J-tag en uh, de combinant van de hele eenheid, met z'n tweeën. Uh, Jeroen, waar is de uh, laatste voeten? Uh, die staat 2,5 kilometer verder weg. Oké, okay, je weet dat het hier heel slecht is. Uh, ja, dat klopt. Je weet ook dat alle vuur nu op ons ligt. Uh, dat weet ik ook. Oké, okay, we gaan uh, nu uh, spruiksgwast <laughs> terug. En dan proberen we maar een bushmaster... Als een panzervoertuig een beetje op te laten komen... Van om ons wat dekking te geven... Uh, Twee kilometer terug te ontdekken. En dan denk je, ja, weet je, was dat nou slim? Is dat een bewuste keuze? Ja, niet altijd. Maar wat je wel ziet, is dat soms situaties die ontstaan. Je, natuurlijk of intuïtief of wat het dan is, wel persistent kunnen zijn. En niet alleen voor jou ook van anderen. Snap je? Dus volgens Thank het you. boekje is het, zou je niet daar moeten zijn. Maar uiteindelijk, uiteindelijk kan het wel zo zijn dat het jou ja, helpt. Ja, dat is het. Uh, ik je moet je, weet je, het belangrijkste is dan wel, je moet, je, je moet jezelf ook niet te serieus, niet te belangrijk maken. Weet je, elke ja. generaal kan vervangen worden door een andere generaal. En als er geen generaals meer zijn, hebben ze een kolonel, of misschien wel een luitenant-kolonel die de rol van generaal kan overnemen. En vice versa, elke soldaat kan ingelost worden door een generaal. Dat ja. zou het moeten zijn. Ik denk dat het ook wel kan. Dus hoe belangrijk ben je nou eigenlijk? Ik heb de verantwoordelijkheid. Ja, weet je, maar die kan ik, over vijf minuten kan ik die bij jou leggen. Ja, ja, ik kan ja, ja, ja. deze podcast ook overnemen. Ja, als je het wil. Nee, maar ja, het, is, ja, toch? het is maar net hoe, je het, uh, hoe het rolt, vaak, weet je, van, vanuit, vanuit het zadel. En wat je net vertelde, is inderdaad van ja, achteraf kan er naar gekeken worden, ja, dat was geniaal. Ja, maar ik heb er toen niet zo over nagedacht. Ik heb toen gewoon uitgevoerd en dit kwam in me op, omdat ik dacht dat dit in die situatie op dat moment de juiste ja, handeling was. En soms denk je wel ergens heel goed over na en dan pak je het niet zo handig uit. <laughs> dat, dat, dat gebeurt vaak als we de startlijn over zijn bij de infanterie. Ja. <laughs> dus uh, denk denken, godverdomme, gewoon drie dagen kover, zoveel over dagen dag. En dan zijn we over de startlijn en is het allemaal anders. Ja, dat klopt, maar weet je, je kunt niet afwijken als je geen plan hebt. Hè? Je een plan oh, Dat houding. zeg ik, ja. dat, ja. Maar, dat zeg ja, dat, je, je, je moet een plan hebben. Ik denk dat heel veel, uh, misschien van jonge groepscommandanten die, nou, uh, die nou kijken en jou uh, dat, daarover horen, uh, over horen praten. Ik denk dat, uh, maar dat is mijn, me, mijn mening, ja. Uh, als het op vechten aankomt met... met uh, ja, met name met vechten in orde. Dan moet je gewoon. Ja, ik vecht met je ook meer met je hart. Die, die kennis is goed. Maar je weet dat, dat krijgers in, in je hart. Je weet, je weet wel uh, wat je moet doen, zeg maar, uh, stiekem. Ja. Ik denk dat je meer dat moet doen. Ik denk dat sommige jonge groepscommandanten te veel nadenken over. Doe ik het wel goed? Ben ik goed bezig? Mag ik mijn ploeg wel zo inzetten? Je moet ze fucking inzetten, hoe jij denkt dat je ze moet inzetten. Uh, ja, kijk, kijk, uh. grappig hoor. Ik ben een paar weken terug bij uh, de secundaire vorm geweest. Uh, ja. lopen de KMS. Huh. Dus zijn er Sjand 1's die van Sjand 1 gaan geloven? Ja, zeker. Ik? ik heb hem ook gehad, ja. Eh, dus eh, ik heb daar... Nou ja, vroeg eens of ik een verhaaltje wil vertellen. Ja. Maar het ging ook over, over, weet je, over dit soort uh, dingetjes eigenlijk. Ja. En uh, het ging ook elke keer over van, ja, weet je, maar, weet je, maar... er zijn heel veel dingen die je gewoon zelf bepaalt. Ja. En uh, je hebt eigenlijk maar... Je hebt, je hebt twee verantwoordelijkheden als militair zijn, als leidinggevende. De eerste is dat je bereid bent om verantwoording af te leggen over wat je gaat doen... En dat je altijd de bereidheid hebt, op, hebt om verantwoording af te leggen wat je hebt gedaan. Dat zijn en twee dingen. En ik zeg alle, nogmaals, het is de bereidheid. Ik heb het er niet over dat je altijd verantwoording moet afleggen vooraf. En altijd, weet je, als je ter verantwoording wordt geroepen, moet je je verantwoording afleggen. Maar je moet intrinsiek de bereidheid hebben om uit te willen leggen wat je gaat doen. En uit te willen leggen wat je hebt gedaan. En dan bezit je altijd goed. Weet je? En dan kun je ook fouten maken, daar kun je ook van leren. Ja. Maar dat zijn wel van die dingen die je, uh, weet je, die wel. Uh, wel belangrijk, zijn, maar dat zorg je er ook ervoor dat je gaat. Hè, weet je, dat je een thinking soldier bent. Nee. Ik heb het niet over thinking officers hè. Ik heb het over thinking soldiers. Zelfs, weet je, niet zelfs. De generaal verwachtte van die dat hij nadenkt. Maar de generaal is ook een soldier. Maar verdachte van de, de, de soldier ook dat hij nadenkt. Want de soldier is ook een thinker. En wat er gaat, is dat je dus een, een procedure of een doctrine, nou een procedure of een, of een TTP of iets dergelijks. Nou, Zo'n BGT. Je moet hem wel begrijpen, maar je moet wel blijven nadenken. Niks binnen de krijgsmacht, binnen het krijgsbedrijf, van officier tot onderofficier tot soldaat, ontslaat jou van het feit dat je moet nadenken. Meng serieus. Ja, maar, dus, ja, zeker. Maar, jazeker, absoluut. Ja. Ja, maar dat is zo? Ja. Weet je, ook als je soldaat bent, weet je, maar heel laat gezegd, hè. Kijk, als jij zegt, nou, weet je, ik wil naar de krijg, maar het hoeft niet na te denken. Sorry, jongen, maar dan zit je op de verkeerde ja, plek. Ja, ik... ik uh, nee, maar ik ben het serieus weet je. Absoluut, gij. je hey, en dan, dan, wat, ook als je, weet je, wat voor rang je ook hebt, weet je, ik, ik ben het goed... Ik geloof in drie dingen. Hè? Theory, history en doctrine. Weet je? Uh, dus Theorie is misschien wel een beetje heel ver gezocht uh, voor uh, de soldaat. En misschien mm -hmm. ook voor de, voor de onderofficier. Maar ik denk dat het wel een beetje bij hoort. En doctrine is, uh, nou weet je wat we doen. Hè? Daar moet je wat van weten. Maar ook geschiedenis. Maar ook als je soldaat bent, pak eens een keer een boek erbij. Weet je, lees het boekje van Marke Kroon. En nou. dan niet zozeer van, oké, okay, weet je wat uh, geweldig wat hij allemaal doet. Maar, maar lees nou eens wat hij zegt. Of wat hij, en niet alleen wat hij zegt, maar wat hij ervaart. Wat komt er nou eigenlijk over hem heen? Wat observeert hij, wat ziet hij, wat doet hij? En het gaat niet om of hij goed of slecht is, maar hoe kun je dat gebruiken voor inspiratie voor jezelf? Weet je? En, maar ook uit de Tweede Wereldoorlog. Weet je, uh, ook op Netflix er zijn documentaires. Volgens mij de Medal of Honor. Weet je? Dat, ja, nou, hoor, ja, ja. En er dat zijn, dat zijn, dat zit, dat zitten heel veel soldaten en onderofficieren bij. En nou, dat zijn documentaires uit de Tweede Wereldoorlog. Je moet kijken er eens naar en dan niet zo van gewoon. Uh, ja ook niet te zwaar maken, maar gewoon als een, weet je, je naar nou kijkt is van, oké, okay, maar wat komt er nou op hun af? En uh, maar wat doen ze nou eigenlijk? Je zult zien dat ze allemaal in een bepaalde mate nadenken over wat ze doen. En weet je, als je het ook hebt over uh, actieintelligentie en uh, split-second beslissingen, dat klopt allemaal wel. Nee, maar ik wil niet zeggen dat je voor elk schot wat je afgeeft, dat je daar, weet je. En het gaat ook niet ja. over besluitvorming, otvoem, o, wat, doen of wat ik voor wat. Al die, al die modellen, dat je dat allemaal af moet vechten. Nee, maar het gaat erover dat je gewoon zo'n stofje, weet je, dat er gewoon zo'n neutron, of ik wat het heet, zo'n e elektron is geloof ik, in je hersenen even een paar keer op neertikt. Dus weet je, en dat is wat binnen, zeker in Nederland. Dat is wat te zeggen, at. heb je erover nagedacht? Je moet erover nadenken. Ja, maar ja. Je, wat je dus je wil gewoon dat die, die dat je die hersenmassa eigenlijk continu ja. dat, die, dat je hem triggert. En dan moeten we. Vanuit de officieren, zeker, maar ook vanuit de onderofficieren en zeker vanuit de manschappen, mm. En zeker weer corporaal denk ik dat heel belangrijke rollen hebben. En uh, weet je, dat is wat je uiteindelijk bij ja. je mensen moet triggeren. En, niet, en, niet, en het gaat niet over, over moreel, eh, ook wel. Niet, dat bedoel ik niet. Over morel, eh, weet je, was, het, was het verantwoord, was het moreel, ethisch verantwoord om uh, weet je uh, trek over te halen en een oefening, uh, weet je, uh, de, de no-shooting af te schieten. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om van oké, okay, maar weet je, je tot, weet je, hoe kom je dan tot die beslissing? En maar hoe kun je dat trainen? Hè? Dus, uh, weet je, dry fire, weet je, hele simpele mm. dingen. Uh, oké, okay, maar plak dan in jouw legeringscabinet een paar van die dingen op. Weet je, wat triggert jou dan? Je? Ja. en daar kun je continu mee aan de slag zijn. Het enige wat je doet, is in die bovenkamer die elektronen mm -hmm. op en neer laten schieten. Ja. En dat is verslavend. Ja, ja. ja dat is wat, wat, wat ja. Als, als, uh, als een plan works, dat is zo dat, dat gevoel. Als zeg maar het 80% conform plan is, uh, plan, plan is gegaan, tenminste, dat had ik altijd, dan was het echt van. Dan hadden we een soort van: ja, fuck, dit heb ik gewoon goed gezien van tevoren al, weet je. Dus had ik het, kwam erbij kijken. Hij, hey, mijn analyse was ook goed. Snap ja, je? En ja. pr predictions was goed. Ik had het goed inge ingeschat, snap je? Ja, dat is zo. Ja. En het mooiste is als je nog een aantal van die scenario's naast elkaar kunt hebben staan. Ja, als het niet links is, ga je rechts. En Als het niet rechts is, ga je links. Ja. Hé, hey, want hoe moeilijk is het? Hè? Je gaat rechtdoor, gaat rechtdoor, niet ga je links, ga links, niet ga je rechts. Ja, nu we het er we, toch over Weet je, hebben. en als het alle drie niet gaat, dan moet ja. je een diep gat gaan graven. Dan moet je er onderdoor. Ja, dat is ik, wat harder werken. Ik mi ik miste in uh, in in mijn tijd miste ik wel een beetje uh, vaak uh, creativiteit. Bij groepscommandanten, van hoe ver uh, wil je gaan? Dat, ik werd daardoor getriggerd, omdat jij net zei van... Uh, ja, hang gewoon uh, wat dingen op je kamer op, hè. Kijk wat, uh, wat jou triggert. Maar bij Defensie hebben ze altijd de mond vol van... Uh, train as you fight. Ja, maar, ja, motherfucker, geef me dan... Sorry voor mijn uh, geef me dan uh, Geef me dan kogels, of in ieder geval... Uh, hey, uh, zodat ik kan trainen. Maar yeah. als, als dat niet komt, dan kun je als groepscommandant... Ga dan fucking creatief zijn. Ga mensen wegleggen in het bos. Ga net die stap verder. Zorg dat je mannen zien... Door iets te creëren voor hen, weet je, zorg niet voor een onzichtbare vijand als de vijand zichtbaar moet zijn. Ga iets creëren ja, hij, waarom ze kijk, het zien. Kijk, de basics moeten gewoon geregeld zijn. Dat ben ik ja. mee eens? Weet je, we hebben gewoon, je hebt gewoon munitie nodig. Heb je dat, soort dingen heb je gewoon nodig, ja. om uh, oefeningen te creëren. Maar Met hebben mee eens. maar je kunt dingen ook omdraaien. Wat we heel vaak doen, is plaatje, praatje, daadje. Zou je mm. wel, draai er nou eens om? Ja, weet je, ik heb met, met, <laughs> met ik heb met een, uh, een VCO, die heb ik. Uh, een, 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 een heel geleden. voortgezette commandoopleiding, voortgezette ja. commandoopleiding Ondersteund met een eerste uh, close quarter drills, uh, zeg maar, uh, of een eerste, ja, eigenlijk wel, ja. ja want het hele ACO is eigenlijk een individuele opleiding. En uh, dus, uh, weet je, plaatje, plaatje, draadje. Nou, weet je, je hebt je dit, dit bosperceel... op de dat is een kilometer bij een kilometer. Oké, okay, dus het is dus gewoon vierkant, hè? Jullie beginnen hier en jullie beginnen hier. Vier man en vier man. <coughs> Jullie moeten hierheen en jullie moeten hierheen, weet je. En je bent elkaar als vijand. Op het moment dat je elkaar ziet, dan uh, moet je afbreken. Nou, succes. Uh, ja, maar, nee, maar, doe het nou maar. Ga gewoon maar eens. doen, ja. Oké, okay, weet je. En je hebt de op service bij. Doe maar gewoon wat je denkt dat ze moeten doen of wat goed voelt. Nou, je doet het. Zegt, oké, okay, weet je, wat we nu, uh, uh, oké, okay, we hebben het gezien. Weet je, het was een beetje chaotisch, maar uh. dit en dit moet je vasthouden. Is goed. Ja. En dan kun je altijd, oké. Okay, weet je, en wat we nu, dan nou gaan ze van allemaal zitten, dan gaan we het uittekenen, weet je, dat is de bedoeling. Maar dit en dit heb je van nature al, is goed. Dat bedoel ik, daar moeten ze veel mee doen. Ja, kijk, wat, wat, wat de grap vaak is, is, weet je, je hebt er wel het boekje zelf, weet je, er is genoeg over geschreven, maar je ziet er nog gewoon te weinig terug. Het is, nou, is een soort reverse training, hè. Dus bijvoorbeeld, dit ging over van, hoe uh, weet je, met uh, uh, CT, weet je, hoe breek je een, 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 een ruimte in? Hoe creëer je creëer je entry? Een door, door breach Nou, dan werd het, uh, weet je, dan, dan doen we het eigenlijk altijd dit, hè. Dus het is allemaal gericht, let op, hè. Het is gericht op efficiëntie. Niet op ja. effectiviteit. Dus wat we doen, we zeggen, oké, okay, dit is de procedure, dus uh, dan gaan we het eerst uitleggen. Oké, okay, jij bent de pointman, jij moet dit doen. Jij bent de tweede man, je bent de eerste breacher. Jij bent de tweede man, je bent de tweede breacher. Je hebt de lading. Ja? Hm. Jij bent de pointman, jij bent de commandant en jullie twee zijn uh, nou, schutters. Weet je, een beetje dat. Oké, okay, iedereen duidelijk? Oké, okay, dan, dan gaan we eerst eens even heel langzaam doen. Dan gaan we heel lang wandelen, weet je, en dan zitten, in slow motion, dingen dat ding aanpakken. Dan gaan we terug. Oké, okay. nou, praatje gehad, plaatje gehad. Oké, okay, nu ga je het zelf doen. En dan gaan we een stukje zak. Eerst dit stukje en dat stukje, dat stukje. En dan steeds sneller opvoeren. Mm. Ja, heb hebben hem totdat we hem heel snel doen. <coughs> maar dan komt ie. Dat is dat op het moment dat je dan uh, twee dagen hiermee bezig bent. Dan heb je die breach en ziet er allemaal heel dynamisch uit. Maar wat kun je nou niet? Wat kun je nou niet? En ja. weet je wat je niet kunt? Aanpassen op het moment dat de situatie anders is dan dat je gedacht het was. Ja. Dus je hebt twee dagen hey, iemand een trucje aangeleerd. Wat veel interessanter is, is, weet je, uh, oké, okay, wel even uitleggen van, dit zijn de rollen en dat soort dingen. Oké, okay, jongens, uh, weet je, doe maar. Weet je, wel half, half speed world. En uh, weet je, oké, okay, uh, prima, hier wat leerdoelen. Oké, okay, terug in de bos gaan opstellen. We doen hem nog een keer. Dan is ik gewoon de deur open. Weet je wat je ziet? Weet je wat je ziet? Ik heb het zelf gezien. Ja, ja, weet je wat ik je ik ziet? Ik... Dat lui en met een lading, die proberen een lading te plakken op een deur die, die open, open staat. Is. Ja, maar dat is. Dat, dat... Maar dat is hoe het menselijk brein werkt. Dus wat wil je dat je nou traint? Wat wil je als onderofficier met je groep? Wat wil je als, als corporaal met je soldaat? Wat wil je als soldaat? Wat wil je nou? Oh. Wil je het eerste of wil je het tweede? En oh. dit, kun je, dit kun je. Tuurlijk, hè? life ordinance, breaching, alle ellende, allemaal weer. Ja, dat is allemaal vet. Maar je hebt het allemaal. Uiteindelijk wat, maar... heb je het niet nodig maar je, je, om goed te worden. Wat, wat dat voorbeeld wat jij net geeft, hè? Van het, het zit iemand gewoon een fucking lading te. Ik moet op mijn taal laten, sorry. Hè. Ik moet iemand op die uh, is omdat los aan het komen <laughs> zit, uh, Ja, die lading uh, op die deur die gewoon open staat. Nou, uh, je hebt de uh, grappige filmpjes. Jij ja, hebt geen internet, maar dat zijn grappige filmpjes op, uh, op, you, op YouTube en overal komen voorbij dat ze die deur aan het breachen zijn, weet je? Dof, 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 of een trappen. Bam, bam, bam. En uiteindelijk, klink uh, is gewoon. Uh, ja, of dacht hij is je, gewoon open. Hè? of een dagje van deze. Heimelijk. Weet je, heimelijk betekent dat je alles zachtjes doet en uh, dat soort dingen. En vervolgens, weet je, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan zie je lui die uh, lopen zo op hun tenen zo. En vervolgens, uh, weet je, dan uh, wordt uh, de deur, deur gebricht En dan is het uh, omdat we hebben gezegd dat het is heimelijk is. En dat is een, weet je, bij een trainer. Uh, uh, boom, deur draait en zie je nog lui op een tenen naar midden toe bewegen. Waarom doe ja, nee, je Ja, nee, ja, ik weet het. Nee, maar kijk, uh, en dit zijn dingen, weet je. <laughs> ik kan dat, dat soort shit, hè. <laughs> Flipt ik vanuit, dus kom dan, als ik dat soort dingen zag. Nee, maar daarom, weet je, dus je kunt veel meer, we moeten veel meer variatie brengen in die trainingen. Maar het, weet je, de krijgsmacht, de oorlog, weet je, oorlog is alles friction, het gaat over de folk of war. Weet je, Red for Murphy, pak hem maar erbij. Er zijn duizenden boeken over geschreven. Hier is duizenden jaren is hier ervaring op. Weet je, we hebben veel meer geschriften, we hebben veel meer ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van conflict- en oorlogvoering dan op internet, tv, dat soort dingen allemaal weer. Maar waarom nemen we het niet tot ons? Ja. Het grappige, of, of niet grappig, maar het lastige van wat we hier doen. Hè, weet je, zo'n boekje ook. Weet je, mm -hmm. dat is uh, een jaar uh, in het leven van. Hè, weet je, en daarna doen we het weer heel lang niet. Dus de enige manier om, om, om het te leren is leren van de ervaring van anderen. Weet je, op mm het -hmm. moment dat je het niet zelf doet, moet je leren van de ervaring van anderen. En hoe doe je dat? Doe je met mensen praten, filmpjes kijken en dat doe je door te lezen. Eh, lezen en noem niet uren en dagen moeilijke boeken, maar, weet je, maar ook jezelf gewoon vragen stellen. Ik denk wel dat uh, waar wij nu over hebben, ik kan me voorstellen als je, als je een jonge groepscommandant plaatsvanger uh, bent en je, en je hoort hier ons nou over praten, dat ze zeggen: van ja, dat wil ik ook wel allemaal doen, maar dan moet ik wel tijd voor krijgen. Die heb je wel. Ja. Maar dat moet je erin bouwen. Maar je moet ook gewoon vragen stellen. Weet je, als je soldaat bent, moet je ook vragen stellen. Waarom doen we het zo? Hè, waarom niet zo? En uh, weet je, maar wil niet, zeggen, wil niet zeggen dat je gelijk Ik, ik heb het niet over gelijk, hè? Kijk, maar het feit. Een, een, dat, uh, weet je, dat we het zo doen en niet zo. We niet mm. zeggen dat het een beter is dan het andere. Maar en het wil ook niet zeggen dat je altijd per directie een antwoord krijgt. Maar het zet wel weer die, een paar van die elektronen aan... om, zeg maar, uh, connecties uh, te zoeken. Uh, weet je? En met elkaar heb je veel meer wijsheid en pacht... dan de optelsom soms... Nou ja, met elkaar heb je meer wijsheid en pacht dan ja. in de groepscommandant zit. En by the way, met elkaar, als je nou eens een keer daar met elkaar interacteert... Dan is het niet alleen de optelsom van acht of negen, wat je in het team hebt, maar dan is het ja, veel meer als dat. Ik heb, ik heb dan als uh, groepscommandant op de harde manier uh, mo mo moeten leren. Ik, uh, tijdens, dat was echt tijdens mijn eerste missie. Ik kwam ook natuurlijk van luchtmobiel af, ik werd groepscommandant panzer. En uh, als groepscommandant denk je het altijd te weten. En soms voor je het weet, vergeet je je personeel en ben je alles ben je niet aan delegeren. En probeer je alles in eigen hand te houden, want dan, dan, dan loopt het goed. Nou, dan, liep, dan loopt het uh, juist uh, niet, niet goed, omdat het te werk te veel wordt. Maar mijn, mijn, mijn manschappen, dat was wel geniaal van hen, die lieten mij dat gewoon ondergaan. En laat hem maar, laat hem maar stuk lopen. Want die konden dat al allemaal. Die hadden al een keer niveau 3 gedaan en alles. En ik kwam eigenlijk als nieuwe groepscommandant binnen. En toen ik op een gegeven moment die lui ging, ging inzetten. En hun, echt hun taak en werk die doen. En veel meer ging betrekken en alles. En meelie denken. En de, toen werd het een, een groter geheel. En toen werden we echt op een gegeven moment uh, een team. Dus ik, ik herken dat wel. Wat je, wat je zegt van laat iedereen... Uh, meedenken en dan komt er een partij creativiteit uit. Ja. Voor je het weet uh, uh, heb je samen het plan gemaakt en hoef je alleen nog maar als groepscommandant het plan te bespreken, aan te wijzen op de maketten of zoals jij gebruikt de uh, blauwdruk En dan aan een er. Maak het jezelf gemakkelijk. Ja zo. Ja. ja, dat was een harde dat was een harde harde leerschool. Mooi weet je? Zo. Ja man. Zo, ik vind het erg gaaf over uh, erover te vertellen. Dus ik vind ik vind het uh, eigenlijk interessanter, wat we doen, uh, Gijs. Dus uh, ja, ik ga nog even, even... Ik wil nog één keer een animatiefilmpje laten zien. En ja, dat. Dan, dat, dat vertelt het verhaal. Want dit vind ik veel fucking... Oh, ik moet er eigenlijk op letten, sorry. Dit vind ik veel leuker om uh, zo met elkaar uh, te praten. Dus voor mij mag je van die ene actie nog de animatie laten zien. Maar dat is die andere, andere actie wat jij zei met die choppers. Ja, die vertelt het verhaal zelf. Dan gaan we daarna gaan we het over kitesurf uh, in uh, Zwitserland hebben. Mooi zo. Op 6 december 2009 krijgt Task Force 55 de opdracht enkele Taliban-kopstukken op te pakken. Deze ongeplande actie gebeurt met drie Nederlandse cougars en twee Apaches. Om vluchtpogingen te voorkomen worden twintig operators in de achtertuinen van de kwalas gedropt. Het is een gewaagde manoeuvre om op drie plekken tegelijk en vrijwel op het doel te landen. Terwijl de teams in recordtempo de verdachte kwalas doorzoeken, krijgt tuinman informatie over drie gevluchte personen. Hij besluit onmiddellijk een team samen te stellen voor een vervolgoperatie. Een gereedstaande cougar vliegt tuinman en enkele operators naar de heuvel waar de verdachten zich schuilhouden. De invallende duisternis en het feit dat ze in onbekend gebied zijn beland, maken de operatie bijzonder lastig. Op basis van de sensoren van de Apache klimmen de mannen de berg omhoog. De strijders zijn volledig verrast en de militairen nemen twee van de drie gezochte personen alsnog gevangen. Gelijktijdig aan deze opdracht. Nemen operators in het dorp acht personen krijgsgevangen. De hele actie voltrekt zich in nog geen acht minuten. Tijdens deze zogeheten Deliberate Detention Operation bewijst Tuinman tactisch vernieuwend te zijn. Niet eerder werden cougars op deze wijze ingezet. Zijn analytisch vermogen om ter plekke bij te sturen is uitzonderlijk. Gaaf, gijs, die pak uh, ze die. Paxi, die... Die uit het dorp vluchten, die die berg op gaan. Hè? Um, dat, dat, van waaruit komt die melding van chopper die, die aan het uh, beveiligen is? Nee, mensen zijn het uh, UV's. Ja, oh, ja. Om, onbemande uh, aircraft vehicles. Ja, ja en die liggen dat we terug naar de Air Mission Commander en de helikopter. En die heb, heb ik dan weer contact mee. Mensen met een flashcard, zo'n kaartje, wat hij erop schrijft. Ja, en dan, uh, maar dat was een approach in de laatste twee minuten of een minuut richting het object. Oké, okay, dus maar dan in het dorp. Oké, okay. die hebben we... Oh shit, er gaan nog een paar uh, de berg op. Besluit je dan op een gegeven moment uh, te zeggen... Nee, Oké, okay, vier lui is... nu met mij mee in die chopper. Want je ziet die chopper nee, maar... landen voor die lui. Nee, ik zie die lui niet weggaan. Nee, nee, nee. Daar krijg je een melding over. Ja. Dus via de uh, uh, nee. sensoren van de heli's is bekend waar ze zijn. Nee, nog niet. Nee? De, de UAV heeft ze wel gecaptured. Dus die trekt ze. Ja. Dus uh, relateert het door naar de helikopters. Dus... Die vliegen heel laag tussen de bergen. Dus die, die, die hebben alleen een en Dat kost uh, zijn bovenin, dat die een trekker is. Nou, binnen een minuut landen wij. En dus ik had al aangegeven, oké, okay, weet je, kom ons maar meteen maar oppikken. Dus ik heb vier, uh, ja, vier, vijf, vier volgens mij. Vier lui gewoon uh, in een nekvel gepakt. Oké, okay, op één helikopter komt terug. Hop, de helikopter in. En die helikopter komt, in, en dan heb je, geen, je hebt geen headset. Dat heb je nog niet op en dat soort dingen. Dus die helikopter die, commun die communiceert weer met die UAV en die stuurt ze erheen. Dus je weet niet waar je heen gaat, waar je heen gaat. En uh, dus op, het moment, ja, op een gegeven moment dus hebben ze die lui wel en zegt, ze weten maar ongeveer waar ze zitten. Dus ik zeg van nou weet je, uh, nou zelfs maar eens neer, want ik in elk geval het naartoe kan lopen. De rest regelen we wel. En uh, nou, kijk, maar dat is een die dan afspreekt. En is wat die boordschutter moet doen, is met zijn wapensysteem wijzen naar waar ze ongeveer zitten. Ja, en dus we stijgen uit, zeg maar. En dan, uh, nou ja... Ik heb dan... Als ik uit de helikopter ben... heb ik weer verbindingen met... ook met de UAV. Dus die ziet mij weer... en die kan weer aangeven... ten opzichte van... ten opzichte van mij... met de richting en de afstand... waar we lui zijn. Dat is dus, lastig, hè? Nee, nee, nee. Ik, ik kan het goed volgen. Maar alleen in de enige dus vraag Het gaat heel snel allemaal. Heb jij ergens een soort digital map... waarop jij meekijkt... Nee, nee. wat de UAV ziet? Nee, ik He? weet niet... Met het team, zeg maar... wij weten, nee. niet, wij weten niet waar we zijn. Ja. Dus... Ja, want die lui zit, eerst wel een motortje dus die lopen of die gaan weg. Dus die helikopter die, gaat, uh, die vliegt low-level en die probeert... Het, dus je weet niet dus je weet niet op de kaart. Als je me op dat moment op de kaart vraagt... Laat ik zeggen, als ik in dat moment in de ECO had gezet en had gezegd... moet waar zit je? Dan, uh, dan was ik afgeweest. Dat had ik niet weten Ik zou niet weten waar ik ben. Nee, dus eigenlijk compleet afhankelijk van de, uh, de in, in, info die je krijgt van de... Ja, maar dat is het team wat je hebt. Zeg. Zeg maar met verschillende elementen, verschillende perspectieven en gezinswijzes... En die probeer je dan op de grond allemaal bij elkaar te brengen. Het gaat op basis ja. van vertrouwen. Dat gaat op, weet je, je bepaalde. Uh, uh, iedereen, heeft, iedereen heeft een stukje van de puzzel. En als je die bij elkaar kunt leggen, ben je succesvol. Ja ja alleen wat mensen niet weten is dat de piloten waar jullie mee vliegen, dat die zitten waarschijnlijk niet bij, bij, bij het bevel, die horen gewoon alleen maar waar jij naartoe gaat of deed je dat? Nee, wel joh. ja, ja. Sommige, sommige dingen wel ja. 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 ja, dus dan is het gewoon een piloot wordt ook geacht, want dat staat zelfs ook ergens bij een actie omschreven dat de piloten uh, uh, ja, ja, ja. erbij waren. Nee, ze zijn er ook bij. Ja. En we maken ook wel afspraken. Nou, weet je, mm -hmm. met uh, wordt even zijn dat soort dingen meer contingencies. is. Oké, okay, als er iemand vandoor gaat, dan weet je. Dan, dus het feit dat uh, als we in de approach zouden zitten en dan zouden ja, scooters noemen, zouden mensen die weggaan. Ja. Weet je, dan doen we die sowieso trekken en dan in principe gaan we er sowieso achteraan. Ja. Maar we moeten maar kijken hoe dat dan werkt. Ja. Dus dat betekent dat mensen ook de operators, een grote mate flexibiliteit nodig hebben. En wie bij jij uitkomt. komt? Ja, ja, ja. Ik heb nog wel een. Uh, ik wil nog even terugkomen op een, op een andere actie, waar Kevin van uh, Kevin ja. van Rijt bij uh, is, is overleden. Um, ja, dat, dat als, als commandant achter, uh, achteraf hoe het. Ja, je zegt: ja, ik, heb, ik heb nergens, ik heb, ik heb goed gehandeld. Um, dus ik, heb, ik heb voel geen, uh, geen, geen spijt. Maar mij, mij, mij lijkt dat altijd zo, zo, zo lastig als, als, als commandant. Ik zou voor mezelf, denk ik, zou dan uh, ja, kapot gaan of zo van binnen. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik deze vraag nou, stellen, maar. Kijk, weet je, ik denk altijd dat je verantwoordelijkheid hebt. Ja. Maar ik heb geen schuld. Nee, nee, nee. Nee. is wel iets anders. Nee, nee, nee. Dan, uh, maar de situatie zou ook, ook heel anders kunnen zijn. Ja. En uh, kijk, de truc is: het team van, uh, van Kevin uh, lag daar in de vuurbasis om ons dekking te geven zodat wij terug kunnen komen. Dus weet je, uh, en uh, ik in zei, ieder in ons grotere team zou de plek met hem hebben ingehaald. En vice versa. Ja. Wanneer werd voor jou uh, duidelijk dat Kevin uh, getroffen was? Oh, toen we hem terug hadden. Ja, oh, toen. Toen was het toen je eigen toen jullie naar die vuurbasis uh, zijn gegaan, want er was dan geen contact meer mee. Nee, we hebben Kevin is achtergebleven. Ja. En uh, iedereen zat op, uh, op uh, ja, onze in die koala, zeg maar. Ja. En uiteindelijk hè, weet je dan uh, ook Taliban contact uh, via, via de radio van oh, we hebben hem gevonden en dit en dat. Dus maar uiteindelijk moesten we eerst uh, de, de, de vijand onderdrukken, want we konden het niet echt makkelijk uit. Dus ze zijn er, uh, ze uh, zijn teruggegaan gegaan en uh, ze uh, hebben gezocht en hebben gevonden hem opgehaald. Ja. Oh, mooi. Heb jij nog? Heb je achteraf praat je dan ook nog met de ouders van? Ja, ja is ze wel. Ja, oké. Okay. Nou, gaan prima. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, ik, ik wil ik had dat ja. even als, als, als vanuit commandanten uh, gevoelens ja. gezien. We hebben de, vandaar dat ik die, uh, dat ik die nou, vraag je, dit is, uh, stel. gesteld Het is een mega persoonlijk dilemma. Ja. Je, dat, is, dat is voor iedereen. En, uh, maar het ja, is niet altijd uh, uh, onoverkomelijk. En uh, kijk, mijn ding is altijd, ik heb altijd vastgehouden aan het idee van. Weet je, maar wie het dan ook, hoe wie, of wat, of hoe, dan ook, hè. Weet je, als jij, maar ook als soldaat zijn, en je hebt, weet je, jouw doelstelling is om levend terug te komen van de uitzending, klinkt, ja, weet je, niet, niet te zwaar om te tillen, maar dan, uh, weet je, dat, dat zou in principe niet de missie kunnen zijn. Levend thuiskomen, nee. Dan nee, dan ik wil dan... niet zeggen dat je, dat, ja. dat, dat ik, wil niet, ik wil niet zwaarder maken dan het is. Nee. Maar wat ik wil te zeggen, als leidinggevende, weet je, zeg van, ja, weet je, als groepscommandant, uh, weet je, mijn, mijn primaire doel is met iedereen terug te komen, ja, dan moet je niet gaan. Weet je, wat, want wat is het dan waard als iemand niet terugkomt? Wat is het nou niet de moeite waard geweest? Want het enige wat de moeite waard was, was alle terugkomen. Wat de moeite waard is, wat je met elkaar dat doet. Nou, kijk, wat voor ons altijd de moeite waard maakt. Kijk, voor speciale operaties is het wat anders. Kijk, uh, weet je, ik doe, ik zeg altijd, weet je, ik doe liever met mijn mensen een opdracht, zodat jij hem niet hoeft te doen. Nee, maar ik, uh, ik, 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 ik leer, ik, de, ik leer op het moment nu je dit zegt, heb ik echt een grote levensles geleerd, want Um, ik heb, heb ook altijd gezegd: Ja, ik heb al mijn mensen. Uh, weet je, kwamen allemaal uh, veilig in leven thuis. Ja, maar natuurlijk is dat belangrijk. Nee, en, en nu heb ik een hele andere. Goh, ik, dat ik, daar heb ik helemaal verkeerd naar gekeken, vind ik. Nou, ik niet verkeerd, kijk, maar, nee, die opmerking vind ik nou minder uh, uh, gepast op een of andere manier. Nou ja, we niet hoor. zo zwaar is het niet. Nee, maar. alsof dat de maatstaaf is. Of je uh, de operatie goed is gegaan, of de missie of de dingen staan. Ja, je? ja, dat is heel nee. Dat Dat, be nee, dat bepaal je niet. Ik weet je, nee. Of, of er iemand van jouw mensen wordt me, eh, wordt genomen of niet, zeg maar. Dat, dat bepaal je niet zelf. Nee, nee, precies. Ik ben, ik ben niet degene die omgeschoten heeft. Ja. Heel gezegd. Ja. Kijk, tuurlijk, ben je, weet je, als. als als team, als leidinggevende heb je wel een verantwoordelijkheid dat je mensen in een bepaalde situatie brengt. Met een bepaalde, weet je, met randvoorwaarden en dat soort dingen allemaal meer. Tuurlijk, klopt dat. En schort er wat aan? Ja, altijd. Het kan altijd beter, weet je, je kunt altijd andere beslissingen nemen. Maar oké, okay, prima, maar is het dat dan? Ja, ja je hebt je nou, wel? eigenlijk, ja, nee, je, je hebt maar mooie, mooie inzichten. Mooie inzicht gegeven. Ja. Gegeven, man. Ja, ik vind uh, op het einde, en dat sluit ik wel aan, want in het begin. Toen je hier binnen was, uh, hebben we gesproken over wat... Uh, je doet toch ook wel leuke, leuke dingen. Kitesurfen, skiën, een beetje... Je bent wel klimmen, een beetje... Uh, uh, klimmen, klimmen. Klopt het dat je iets in je eigen woning nou hebt ja, ge, ja. Heb gebouwd? Ja, ja, ja. Roger, Roger. Roger zeg het. Maar dat sluit wel aan, dat vind ik heel mooi... Op uh, wat Joost, uh, wat Joost uh, zegt over jou. Dat jullie eigenlijk altijd in één adem worden genoemd. Hè, de tuinmannetjes. Omdat ja. jij één eigen tweeling. Maar dat jullie eigenlijk wel verschillende persoonlijkheden zijn. En dat jij altijd net iets meer... Uh, in het extreme bent. Weet ik niet. Ja, dat vindt hij. Dat, dat, ja, dat vindt hij. Ja, ja zie je dat... Uh, ja, je houdt wel een beetje van extreme, extreme dingen. Nee, ik, 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 hoop, ik hou van wel mijn leven in zit, joh. Ja. Weet je, uh, ik ben niet... Nee, ik, ben niet, ik begin niet in, uh, een, een, een halsbrekende alles. behalve dat perk. Maar Mij ga niet dingen ten koste van alles. Nee, nee, nee. Het moet een... Uh, het, wel, de... de uh, uh, de voldoening uit iets krijgen, de een krijgt voldoening uit een heel mooie, uh, weet ik veel, een mooie schilderij maken. Ja, moet nee, maar, maar zeggen, weet je, ja. vanuit uh, van tegenslag is overwinnen, dat is wel uh, de grootste waardering die je kunt krijgen. Ja, daarom uh, voelt zo'n uh, de, de groene beraad of de rode beraad of de mariniersberaad, die voelt ook zo, zo fijn, omdat je zoveel moet, uh, moet overwinnen in ja, zo'n Ja, je opleiding. moet iets inleveren om er iets voor terug te krijgen. Ja, het is raar hè, dat uh, Sinterklaas cadeautjes... ...zouden niet zo belangrijk moeten zijn. Ja, dus ja, ja. Nou, nou kids moeten zich natuurlijk een jaar lang goed gedaan hè. Bij, ja, okay, ben je het ben je, ben je, ben je ermee eens dat, uh, dat deze, deze generatie... ...dat een dienstplicht niet verkeerd zou voor ze zijn? Wow. Voor vorming? Ja, ik weet het niet. Veel hoor. Uh, De jeugd heeft altijd gelijk toch? <laughs> ja, zit ook wel in. Ja, weet je niet. Ja, veel lastige vraag. Ik, ik, ik kan er moeilijk over oordelen. Uh, ja, Ik denk dat uh, onze, onze, onze ouders uh, precies hetzelfde over dachten. Ja, dat denk ik ook altijd. Dat iedere, iedere gener, generatie zo. Uh... Het laatste nog het uh, laatst nog op de uh, afsluitdijk. En dan uh, mooi hebben ze een documentaire die ze dan draaien over hoe die ja. afsluitdijk daar uh, boven in de Zuiderzee toen gelegd is. Ja. Dan, uh, waar, dan zijn wij geen mannen hoor. Als je ziet hoe uh, ze daar met uh, hun klompen en uh, tot een uh, beetje schotse ijs van de uh, van meter. Uh, met klompen tot aan een knieën in het water staan en uh, ja. met een strohoedje en uh, een paar uh, leren afgerachte handschoenen en een bolle broek. En ja. dan uh, ja. zes jaar lang of zo uh, van die rieten manden of van die rieten dingen, vlechten, stenen erin storten. Nou, dan stellen wij niks voor. Maar soms weet oh, moest je. Maar uh, dan moet je teruglopen hè? Dan had je geen bus. Dan nee, nee. moet je nog even op je klompen met uh, het ijswater uh, bij min 15 uh, glijend uh, even een kilometer of achter uh, teruglopen. En dan kon je daar in een lager gaan liggen. Ja, dat ja, is een tentenkampje met een tent erin. Dus uh, weet je, ik denk dat elke generatie wel wat anders is. Ja, zoals, uh, zoals mijn neefje, dat appje wat ik jullie liet zien. Fantastisch, sorry jongen, ik moet het uh, even zeggen. Hij zei van: uh, hij wil heel erg trainen. Hij is fucking gespierd, heb je gezien, hè? Ja. En dan, uh, dan op een gegeven moment is het van: uh, hey joh, het sneeuwt. Kan ik dat ding uh, meenemen? Dat bank, drukbank en alles in, onder de overkapping zetten, weet je? Dan ja. denk ik, ja, hey. Dit is voor. Je moet dat is volledig trainen in die sneeuw. Ah, dat, ik maar, maar, ja, dat ook. Ik zou zeggen van, weet je, kom in, ja, het mag. Maar dan kom je eerst hier een keertje in sneeuw trainen. Ja, precies. En, je, en waarschijnlijk als je het gedaan hebt, of je het prima. Ja. ja. Gijs, we gaan hem uh, we gaan hem langzaam, uh, langzaam afronden, man. Ja man. Ik wil uh, ik, ik ben echt uh, te gek dankbaar dat je dat je bent uh, gekomen. Ja, leuk. En als jij uh, met jouw podcast uh, aan de slag gaat, dan ga ik. Uh, Ga ik zeker uh, daarnaar kijken. Ik heb echt vandaag mooie, mooie inzichten gekregen. Ja. Ik, het is iets ja, anders gegaan dan ik. ik de... wil... Oh, wacht even. Oh, het, is, het is iets anders gegaan dan ik dacht. Ik dacht van ah, dan gaan we mooi. Uh, nemen we de acties door. En toen dacht ik van uh, ja, nee, we moeten gewoon uh, blijven lullen, merkte ik na twee keer. Want dat, dat is, uh, ja, sorry voor de mensen die dat misschien leuker hadden gezien, maar. Ik heb ik vind... het boekje altijd. Besteld, ja, precies, het boekje. Het is uh, online, ja, ja staat, die, staat dat gewoon? Uh, ja. Mag ik die in de beschrijving erbij koppelen? Als ja, doe kan? maar. Ja. Ja, 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 digitale boekje. Nee, ja, dus, ja, dat uh, boekje staat gewoon online. Dus ja. kijken of we dat leuk Ik ben een beetje digibate. Dus uh, nog wel uh, een vraag. Gaan, uh, zijn de tuinmannetjes, zijn dat de nummers van UMS? Ah, weet ik niet. Ga jij, want je bent nu uh, overste luid en al uh, kolonel. Ja, klopt. Ga je generaal worden? Zit ik tegenover de... Toekomstige oh, landstrijdkrachten. Ik kijk niet verder dan vijf jaar vooruit. En by the way, tegen teg de tijd dat ik uh, generaal zou kunnen worden of het ben, is het de vraag of uh, uh, het commando landstrijdkrachten bestaat in de wijze waarop nu uh, ervoor staat. Hmm. Nee, weet ik niet. Ik, ik, weet niet. Weet je, ik vind dat je leuke dingen moet doen. Je moet uh, passie voelen voor wat je doet. En uh, op het moment dat je niet meer voelt, dat je dat niet meer voelt, iets anders gaan doen. Ja. Dus vooralsnog gaat het goed. Oké, okay, nou we gaan het uh, meemaken. Mensen, uh, vergeet alsjeblieft niet te subs subscriben, ik moet dat altijd zeggen. Te liken en te delen de podcast. Kijk, we zitten op 855 abonnees en we moeten naar de magische duizend reizen. We moeten naar de magische duizend, reis, de ja, magische duizend want dan, nou, ja, dan ga je ook mee in het algoritme. En uh, ja, dan, ja, dan. Ik breng verhalen van, uh, van veteranen en militairen, omdat ik vind dat dat uh, leerzaam kan zijn ja, en wees. die mensen gewoon uh, gehoord. Uh, ...moeten worden, dus uh, daar is dit uh, podium voor. En vandaag hebben we jouw... Uh, ...jouw verhaal uh, gedaan, man. Ja, nou mooi, dankjewel. Dus is uh, top. Leuk? Ik geef jou nog even of, oh, ...oh ja, ik ga nog... Uh, ...er is een tweede versie van het filmpje... ...wat jullie hebben gezien van, uh, van Gijs... ...zeg maar... Uh, ...de uitreis, een uh, eerbetoon aan uh, Gijs... ...maar de, de andere versie... ...daar staat uh, een muziek onder... ...en als ik die had laten zien, dan had ik dat eruit moeten knippen... ...maar die ga ik wel aan de podcast uh, kap, koppelen... Dus die komen door, er, komen gewoon twee versies uh, bij. Ja man. Gijs, dankjewel. Ja, bedankt. Ja, nee echt uh, top. Uh, je bent. Uh, moet, ja, we mogen trots op zijn man. Echt dankjewel. Hoeft niet. Hé, <laughs> hey, hey, gooi he. eens maar eruit, bro.